allemaal? Om de timing een beetje te respecteren, gaan we zeker van start gaan. Hartelijk welkom allemaal op het eerste debat van de INET Ingenieursvereniging. Is energie te belangrijk om aan niet of aan ingenieurs over te laten? Zoals je ziet zijn we talrijk aanwezig. Het debat is in feite volzet. Er kunnen geen mensen meer bij. Er is wel de mogelijkheid om ook het debat via livestreaming te volgen. Dat is ook de reden waarom jullie hier allemaal camera's zien in deze zaal. Ook het debat wordt opgenomen en nadien consulteerbaar op ons YouTube-kanaal. En ook Actua TV, die hierin staat voor de opnames, zal nadien ook het debat op Actua TV uitzenden. Dus het beperkt zich niet alleen tot YouTube, maar ook nadien ook nog wordt het uitgezonden via Actua TV. Heel korte agenda. Het is een vrij drukke agenda. We hebben drie verschillende debatten die van start gaan. De debatten worden geleid door de journalist Luc Huismans. Welkom, Luc. En om de sfeer een beetje in te houden, zijn we onmiddellijk gestart met een cartoon. Dus als iemand zijn gras wilt afrijden op basis van een windmolen, dan moet je geluk hebben dat uiteindelijk er ook wel wind is. Het is zo dat gedurende het debat ook een aantal polvragen gaan stellen. Dat betekent dat we gaan vragen om uw gsm bij de hand te houden, om een sms'je te sturen als antwoord op een van de vragen. En je gaat ook live de resultaten kunnen bekijken. Ik mag aan iedereen vragen om nu uw gsm te nemen en de eerste maal INET in te typen en te sms'en naar het nummer dat hierop staat, 0460 200056. Op die manier activeer je uiteindelijk de poll. Bij iedereen gelukt? Nee? Voor alle duidelijkheid, INET verdient niks achter deze sms'jes. Ik zie al een paar mensen heel raar kijken, maar dat is zeker en vast niet het geval. Het is het gewone tarief van uw sms. Geluk bij iedereen? Ja? Oké. Als er een vraag gesteld wordt, dan kan je antwoorden met een A of een B. Dus dan ga je sms'en oftewel A oftewel B op een van de vragen, maar wel naar hetzelfde nummer. We hebben ook een Twitter-account geactiveerd, dus je kunt perfect een vraag nog stellen of een voorstel doen door gebruik te maken van de hashtag IENET. En het wordt ook gevolgd door Frederik, die hier links van mij zit, wat er verschijnt op dit moment op Twitter. Op die manier kan er ook de nodige feedback gegeven worden aan onze moderator. Dan gaan we over naar de eerste poll. Het energiethema is te belangrijk om het enkel en alleen aan niet-ingenieurs over te laten. Dus nu mag je stemmen. A is akkoord, B is niet akkoord.
Iedereen gestemd? 78% zegt dat het energiethema te belangrijk is om het enkel en alleen aan niet-ingenieurs over te laten. Wat misschien wel een beetje logisch is op basis van het publiek hier aanwezig. En 21% is dus niet akkoord. Dit is uiteindelijk de aanzet. En dan geef ik het woord nu aan Luc Huismans, die onze eerste spreker ook zal aankondigen. Luc, aan u het woord. Dankjewel. Goedenavond ook van mij. Beste dames en heren, als dit debat pakweg 20 jaar geleden had plaatsgevonden, dan had het leven van een moderator er een pak moeilijker uitgezien. Want energie was toen een grijze, bijna ambtelijke materie, waar een controlecomité besliste over prijzen en vervolgens aan Electrabel en SP zei hoeveel centrales ze moesten bijbouwen. En niemand die zich daar veel vragen bij stelde. En u had waarschijnlijk ook niet naar een debat daarover gekomen. Anno 2016 is energie amper nog uit het maatschappelijk debat weg te denken. Het gaat over een pleiade aan thema's. Toekomst van kernenergie, groene energie, biomassa-centrales, de energiefactuur. Omdat energie zo'n uitgebreid thema is, hebben we het debat in 3 delen opgesplitst. Elk op zich hot topics, warmtenetten, de tweespalt groene energie versus of met de industrie en de vrijgemaakte markt en het effect daarvan op de kerncentrales. Elk daarvan zijn boeiende thema's waar iedereen wel een mening over heeft. De enige die inderdaad relatief weinig in het debat voorkomen zijn de ingenieurs. En nochtans hebben we dat uit de poll nu net begrepen, dat die dat ook graag aan bod laten komen. Dus we gaan dat voor een klein deeltje proberen oplossen. We gaan dat op verschillende manieren doen. We hebben een aantal onder jullie hebben de vraag gekregen om in een kort filmpje een vraag te stellen. Die gaan we tijdens debatsessies gebruiken. Jullie hebben ook de kans gekregen om op voorhand vragen in te sturen. Ik ga er daarvan een deel gebruiken tijdens de beperkte ruimte van het debat. Uiteraard is er dan ook de televoting tussendoor. En op het einde van de avond, dus na de debatten, doen we ook nog vragensessie uit het publiek. U kent allemaal het programma. We hebben een vrij strak tijdschema. Dus ik stel voor dat we er dadelijk aan beginnen. Ik zou eerst Jochen de Smet naar voren willen vragen, de kabinetchef van minister Tommelijn. Goedendag. Ik mag u het woord geven. U hebt nog een goede 20 minuten, zou ik zeggen, om het energiebeleid in Vlaanderen in een notendop. Dat is een vrij uitgebreid thema, maar ik denk dat u daarin gaat slagen om dat voor ons op een duidelijke manier samen te vatten. Dank u wel. Nu, misschien eerst een correctie. Ik ben geen kabinetchef. Ik denk ook niet dat ik dat zal worden. Ik ben wel een raadgever. Dus er is nog een kabinetchef die de minister ook adviseert. Misschien ook geen rechtzetting. Ik ben ook geen ingenieur. Maar ik heb ook niet op die 22% B-antwoorden gestemd. Dus ik weet ongeveer dat er 80% ingenieurs in de zaal zitten, wat al een heel hoog aantal is. Dames en heren, er is mij gevraagd om het beleid van mijn minister, minister Tommelijn, bevoegd voor het energiedepartement, toe te lichten. En ik doe dat uiteraard met veel plezier. Het is na het aantreden van mijn minister Tommelijn dat het energiebeleid volgens ons in een versnelling is terechtgekomen. Er zijn heel veel zaken over gediscussieerd. Er zijn heel veel zaken in een versnelling gekomen. En wij als kabinet, wij zouden er graag voor kiezen om het energiebeleid in een andere versnelling te laten terechtkomen. Een stroomversnelling. Dat is heel precies waar wij naartoe willen. Een stroomversnelling in investeringen in energie, energieefficiëntie, hernieuwbare energie. En straks, helemaal op het einde, om het toch nog iets technisch te maken, ga ik het ook nog kort eens hebben over digitale meters en het Internet of Things. Velen onder u, weet ik, zullen al uitgekeken hebben naar de energievisie die mijn minister vandaag of binnenkort zal voorstellen. Wel, ik denk dat mijn minister ondertussen wel heel duidelijk is. In de eerste plaats is de constante boodschap die wij geven, we moeten veel meer efficiënter omgaan met onze energie die er vandaag is. Bedrijven, gezinnen en overheden moeten veel zuiniger zijn met hun energie. Tegen de zomer van 2016 zal er een 4e energie-efficiëntie-actieplan goedgekeurd worden met een aantal nieuwe maatregelen rond energie-efficiëntie. Een aantal zijn al duidelijk geworden. Zo hebben wij in het verleden het renovatiepact opgestart
En het renovatiepact heeft de bedoeling om de uitstoot van de gebouwen in Vlaanderen met 75% te verminderen tegen 2050. 75%. Dat is een uitdaging die er zeker staat. Maar we moeten verder durven kijken. Want we kunnen voor heel wat gezinnen een structurele verlaging van de energiekost realiseren door ingrepen in de gebouwenschil van hun woningen. Het potentieel aan energiebesparing via renovatie van de Vlaamse woningen moeten we maximaal benutten. Meer dan de helft van de Vlaamse woningen is immers gebouwd voor 1970, dus voor de eerste energiecrisissen van 1974 en 1979. Om nog eventjes een brugje te slaan naar hetgeen wat daarnet door de inleider is vermeld. Als gevolg hiervan is de gemiddelde energieprestatie van de Vlaamse woningen slecht tot heel slecht. Daarom moet en zal de komende jaren renovatie aan belang winnen. Nieuwbouw hebben we via de EPB-regels al voor een groot stuk grote stappen gezet. Wel, de komende jaren zal voor renovatie dezelfde weg opgegaan worden. Ook voor het stimuleren van ingrijpende energetische renovaties past het in ons beleid om meer de nadruk te gaan leggen op totaalrenovaties. Bij een ingrijpende energetische renovatie moet 75% van de gebouwenschil gerenoveerd worden. En daar staan we minstens onder het dak, de buitenmuren, de vloer en de ramen. En daarvoor moeten we meer werk maken van totaalrenovaties. Het heeft geen zin om vandaag nog alleen uw dak te gaan isoleren als er niet geïnvesteerd wordt in buitenmuur, in muurisolatie, in glasisolatie en in het geheel van de gebouwenschil. Daarom hebben wij in de voorbije maanden, en die hervorming treedt in werking op 1 januari van volgend jaar, dus hier binnenkort, het premiestelsel veranderd. De individuele premies die gaan we een stukje afbouwen, maar er komt een bonus, een extra, voor totaalrenovatie. We willen dat de mensen echt gaan nadenken over een concreet stappenplan om een woning te gaan realiseren. Dat is goed voor de eigenaar, die zo meteen een besparing in zijn energieverbruik gaat gaan realiseren. En we hebben absoluut nood aan een isolatiegolf. Volgens een studie die we laten uitvoeren hebben door Dimarso, moeten er tegen 2020 nog ongeveer 400.000 daken geïsoleerd worden. Dat is een niet te onderschatten opdracht waar we vandaag beter mee beginnen, eerder dan morgen. Een tweede zaak die in het premiestelsel nieuw is en die we nieuw willen gaan uitrollen, dat zijn de collectieve renovaties. Ik heb daarnet gezegd dat we de uitstoot van de Vlaamse gebouwen met 75% willen doen dalen. Dat is niet niks. En als we die gebouwen één voor één moeten gaan aanpakken tegen 2050, dan gaat dat over ongeveer 2,3 miljoen gebouwen die nog minstens een klein beetje moeten gerenoveerd worden. 2,3 miljoen gebouwen, er zitten niet veel ingenieurs rond de tafel. Als je dat deelt door 33 jaar, dan weet je ongeveer hoeveel gebouwen dat er op jaarbasis moeten aangepakt worden. En dat zijn er heel veel. We zitten totaal nog niet aan dat ritme. Vandaar dat we het beleid moeten bijsturen. En het beleid dat hebben we bijgestuurd in de richting van collectieve renovaties. Het wordt vanaf 1 januari via de distributienetbeheerders wordt het mogelijk om samen met een aantal mensen in uw gemeente of uw stad, om samen met die mensen een collectieve renovatie te gaan doen voor één of meerdere componenten van uw woning. We hebben daarvoor een speciale premie voor opgezet, waarbij dat u een tegemoetkoming zal krijgen voor de begeleiding die nodig is om die collectieve renovatie te gaan doen. Met andere woorden, u wordt ontzorgd op het gebied van offertes, op het gebied van begeleiding van de werken en voor het kiezen van een aannemer en ook voor de eindfacturatie te controleren, zal iemand de zaak gaan begeleiden. We hopen dat dat één van de maatregelen kan zijn om collectieve renovaties en het renovatiepotentieel te gaan verhogen. Want energiezuinig bouwen dat leidt altijd tot een lagere energiekost voor de bewoners, maar het vereist natuurlijk wel een initiële investering. Ik wil benadrukken dat de betaalbaarheid van energiezuinige gebouwen zowel voor de bouwsector als voor de overheid cruciaal is. En ik wil dan ook alle spelers, elke speler, ook de mensen die hier vandaag in de zaal aanwezig zijn, oproepen om meer werk te maken van innovatie. Innovatie die moet leiden tot meer renovaties die voor iedereen haalbaar en betaalbaar worden. We moeten verder ook durven nadenken over een ander alternatief. En dat is sloop. Slopen van het gebouw en het opnieuw optrekken als een nieuwbouw.
We moeten inzetten om renovatie om een inhaalbeweging te doen, maar dat is voor ons zeker niet de enige oplossing. Soms is het gewoon beter om een versleten, afgetakeld gebouw om dat gewoon te gaan afbreken. En op die manier kan het dan vervangen worden door nieuwe, energiezuinige, compacte wooneenheden. Het is een en-en verhaal. En nieuwbouw en renovatie, naargelang de mogelijkheden. Ook voor de industrie werken wij verder aan een aantal initiatieven in het kader van het vierde actieplan energie-efficiëntie. Op vandaag zijn de energiebeleidsovereenkomsten het belangrijkste instrument om de industrie, grosso modo de grootverbruikers, tot een efficiëntiewinst van 1% op primair energieverbruik per jaar aan te zetten. Daar zitten we op schema. Maar we kijken verder. Zowel voor niet-residentiële gebouwen als voor KMO's moeten de stappen verder gezet worden. En dat is geen gemakkelijke oefening. Bedrijven investeren vooral in hun core-activiteiten en dat is logisch. Extra omzet is extra groei, is extra tewerkstelling en waarschijnlijk ook extra winst. En voor KMO's die investeren in energie-efficiëntie, ja, dan werk je alleen op de kosten. Dus dan doe je de kostenstructuur naar omlaag, maar dan werk je niet op de andere factoren. Voor niet-residentiële gebouwen weegt de kost van installaties en het interne gebruik zwaarder door dan het isoleren van een gebouw. Dat zijn heel belangrijke uitdagingen waar we de komende maanden, via de opmaak van het actieplan, maar ook via de werkgroepen van de stroomversnelling, antwoorden op moeten formuleren. En mogelijk bieden creatieve financieringsoplossingen soelaas, zoals derde partijfinanciering, crowdfunding, bijvoorbeeld voor zonnepanelen ook, of ESCO-constructies. Wij hebben als kabinet hebben wij aan PNV de opdracht gegeven om een aantal zaken daar te gaan bekijken rond die ESCO-constructies, om eventueel de oprichting van een ESCO-fonds mogelijk te maken. Maar dat is een onderzoek dat op dit moment afgerond wordt en nog moet voorgelegd worden aan de Vlaamse regering. En dan als laatste hebben ook de overheden zeker een voorbeeldrol te spelen in het verhaal van energie-efficiëntie. Tegen 2030 willen we het energieverbruik van de kern-Vlaamse overheid, met 27% doen dalen. Dat is een hele pak. We hebben daarvoor een actieplan goedgekeurd op de Vlaamse regering, samen met collega's die bevoegd zijn voor overheidsgebouwen en voor innovatie. En ook de mensen die bevoegd zijn voor het Vlaamse energiebedrijf, die aangeduid is als trekker van het geheel. En vanaf 1 januari zal elke overheidsinstantie verbonden aan de Vlaamse overheid, de kern-Vlaamse overheid, 2% per jaar moeten besparen op zijn energievolume. En ik zeg energievolume en niet energiebudget, want het is uiteraard heel gemakkelijk om 2% te besparen op je energieuitgaven als je de afgelopen 5-6 jaar niet meer veranderd bent van leverancier. Dan is dat heel gemakkelijk. Daarom hebben we specifiek als Vlaamse overheid gezegd, u moet 2% per jaar besparen op uw energievolume. Je moet daaraan winsten maken, energiewinsten maken als overheid. De manier waarop, daar zijn we niet te betuttelend in geweest. We hebben gewoon vooropgesteld van kijk, als Vlaamse overheid gaan we per jaar 2% van het budget rond energie zal verminderen. En daar moet u een beleid rond opstellen om een aantal zaken te gaan realiseren. En voor sommige overheden, die waren er al mee bezig, zal dat zeer gemakkelijk zijn en zullen zij via hun actieplan dat al opgesteld is, 2% en meer per jaar besparen. Maar voor andere overheden die er vandaag nog niet mee bezig zijn, dan zal die 2% volgend jaar misschien een makkie zijn. Dan zal die 2% ook het jaar daarop nog een makkie zijn. Maar toch zal het dan beginnen wegen en zullen ook die overheden een inspanning moeten leveren om hun energie efficiënter te gaan aanwenden. 27% tegen 2030 is een ambitieuze doelstelling. En ook op het vlak van hernieuwbare energie moeten we vooral verder kijken. Ons hele energiesysteem en de manier waarop dat we met energie moeten omgaan, staat voor een ongeziene verandering. Hoe gaan we efficiënter om met energie? Hoe halen we onze doelstellingen? Hoe zorgen we ervoor dat onze energiebevoorrading gewaarborgd blijft? Hoe gaan we om met flexibiliteit? Maar ook andere vragen, nieuwe vragen. Wat met participatie? Wat met onze mobiliteit? Elektrische voertuigen spelen een grote rol
in de toekomst van ons energiebeleid. Vandaar dat ook het actieplan Clean Power for Transport ook is opgemaakt door de vorige en de huidige minister Tommelijn en dat we daar nog altijd uitvoering aan geven, omdat die batterijen een essentiële rol kunnen spelen in ons toekomstig energiebeleid en onze energiemix. Maar goed, ik denk niet alleen aan zon en warmte als toekomstige energiebronnen. Ik denk ook aan windenergie. Het aantal geplaatste windmolens gaat de laatste jaren in een sterk stijgende lijn. Vorig jaar konden we zelfs de grootste stijging ooit optekenen. In 2015 nam de productie van windenergie op het land met een derde toe, met meer dan 368 gigawattuur. Er kwamen toen 76 windturbines bij. En eind 2015 stond de teller op 374 windturbines. Maar wij geloven dat het aandeel windenergie nog zeker omhoog kan. Daarom ontwikkelen we ook het windplan Windkracht 2020, dat nog dit jaar aan de Vlaamse regering zal voorgelegd worden. Met dit plan willen we de drempel om windmolens te plaatsen zoveel als mogelijk wegwerken. Het vergunningenproces moet sneller en eenvoudig. En ook het NIMBY, het Not in My Backyard-principe, daar moeten we ook iets aan doen. Bij heel wat lokale besturen wordt er dan ook verzet nog altijd aangetekend. Nochtans hebben we echt meer hernieuwbare energie nodig. We moeten hen duidelijke, concrete en correcte informatie geven. En ook, we moeten het mogelijk maken voor mensen om te participeren in windmolenprojecten. Daarom willen we via het windplan de drempels wegwerken. Zonne-energie is onuitputtelijk en proper. Samen met wind en warmte, die soms een beetje onderschat is als energiebron, is het vandaag de meest rendabele manier om onze energie- en klimaatdoelstellingen in 2020 te bereiken. Daarnaast is zonne-energie ook een technologie die al heel ver staat in haar ontwikkeling en die tegelijkertijd nog een grote ontwikkeling kan doormaken. En als laatste, warmtenetten. Daar gaan we het straks ook over hebben, heb ik vernomen. Die groene warmte en restwarmte rondsturen om woningen, sporthallen, winkels, kantoren te verwarmen, zijn in alle opzichten groene oplossingen. Warmte die elders verloren zou gaan, zoals in industriële gebieden, wordt eigenlijk gerecycleerd, wordt hergebruikt. Daarom zullen we voor in onze doelstellingen 2020 gaan voor meer warmte. Warmtenetten zijn een belangrijke factor om onze doelstellingen in hernieuwbare energie te halen. In onze laatste call Groene Warmte werd er maar liefst 10,2 miljoen euro uitgetrokken om 15 projecten te helpen financieren. En de volgende call, die naar alle waarschijnlijkheid nog dit jaar zal gelanceerd worden, moet daar niet voor onderdoen. Met deze calls doen we jaarlijks een oproep om projecten in te dienen rond groene warmte. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, eerst en vooral, groene warmte is maar liefst 6 tot 14 keer goedkoper dan groene stroom. En meer dan de helft van ons energieverbruik gaat naar verwarming of koeling. Als je hiervoor overtollige warmte van een ander bedrijf kan gebruiken, leidt dat tot energiebesparing, want je gaat efficiënter om met de energie voorhanden. Er gaat niks verloren. Het zorgt ook voor een grote CO2-besparing en je hoeft niet te stoken met olie of gas. Groene warmte alleen al kan een derde tot de helft van onze Belgische doelstelling rond hernieuwbare energie in de toekomst gaan invullen. Groene warmte en warmtenetten zijn dus voor ons een heel belangrijk deel van onze energiepolitiek. Dames en heren, ik wil nog afsluiten met een kort woordje over wat wij noemen de digitale meters. We gebruiken niet graag de term slimme meters, omdat in Nederland gebleken is dat een aantal van de doelstellingen met die slimme meters niet bereikt zijn. En dan heb ik het vooral over de energie-efficiëntiedoelstellingen die vooropgesteld waren in Nederland. Blijkt dat men daar met de uitrol van de slimme meter daar toch niet onmiddellijk toegekomen is. De reden daarvoor was uiteraard dat die slimme meters niet op de manier ingezet worden waarvoor dat ze de mogelijkheden hebben. Er is veel meer mogelijk, of heel veel mogelijk, met de slimme meter of met de digitale meter. Maar die moet dan optimaal aangewend worden. Digitale meters moeten de integratie vervolledigen en de overgang realiseren naar een slim net. De productie van hernieuwbare energie kan dan veel beter gemeten worden, de afname ook, en het net kan veel beter gebalanceerd worden. Elektrische wagens hebben dan een toegevoegde waarde voor een optimaal gebruik van hernieuwbare energie via het op- en afladen van de batterij van de elektrische wagen. We zijn ervan overtuigd dat de uitrol van de slimme meter of de digitale meter zal zorgen voor een volgende stap in de energietransitie. Het is voor ons overduidelijk
dat we staan voor een ingrijpende energieomslag. Vanuit de Vlaamse overheid voeren we een toekomstgericht beleid om onze energie- en klimaatdoelstellingen voluntaristisch te halen. Op het kabinet en samen met onze minister doen we daarvoor onze uiterste best. Maar het zal ons niet alleen lukken. We rekenen op iedereen en we rekenen ook zeker op de massa technische kennis die er vandaag aanwezig is om daar werk van te maken, om samen van de energieomslag een succesverhaal te maken. Ik dank u. Bedankt, meneer De Smet. Nog geen kabinetchef, dus heb ik begrepen. Bedankt voor de toelichting in elk geval. Bedankt ook voor de timing goed respecteren. Dat is niet heel onbelangrijk. Dames en heren, we gaan verder. We gaan eerst weer een televoting doen, als ik begrepen heb. De vraag gaat hier op het scherm verschijnen. Warmtenetten, zin of onzin? Ik stel me voor dat u, als u zegt dit is zinvol, dat u zegt A. En als het niet zinvol vindt, dan zegt u B. En terwijl we die resultaten gaan binnenkrijgen, ga ik ondertussen ook al op het podium roepen Michel De Pape van de Universiteit Gent, Johan Driesen van Energyville en Paul Gistelink van Neandis. En dan hebben zij even de tijd om zich te omarmen met headphones. En terwijl we de resultaten afwachten, gaan we dan nog even kijken naar een filmpje ook. Zelfs twee. En behoorlijk onverwacht, maar een ruime 3/4 meerderheid vindt warmtenetten een zinvol initiatief. Terwijl de heren bezig zijn met zich te beheadfonen, zal ik het dan maar in het Nieuw Nederland zeggen, gaan we eerst kijken naar een vraag die we dus opgenomen hebben van Alexandra Liebaert of Liebaert. Als ingenieur zorgen hoe we op een gezonde manier onze huizen gaan verwarmen in 2050. Zeker nu dat ik heb vernomen dat we de premies voor zonneboilers gaan stopzetten vanaf 1 januari. Het is namelijk zo dat om onze huizen te verwarmen gebruiken we vooral momenteel pelletkachels. En pelletkachels zijn zeer vervuilend. We gebruiken gasboilers, die zijn ook zeer belastend voor het milieu en voor onszelf. En de zonneboilers, die op een gezonde manier de energie van de zon omzetten in warmte, die werken alleen in de zomer, vooral in de zomer. Maar gelukkig zijn er nu nieuwe technologieën. Men heeft recent bij TNO in Nederland ontdekt hoe men warmte zou kunnen opslaan in een nieuw soort materiaal en die langdurig kunnen bewaren gedurende de winter, zodat we die in de winter kunnen hergebruiken om onze huizen te verwarmen. Waar ben ik nu bang voor? Door onze focus te leggen op warmtenetten, in plaats van op de opslag van warmte, dreigen we dan niet om die nieuwe technologieën geen kans te geven? Moeten we er niet voor zorgen bij het beleid om juist die mensen die nu in pelletkachels en andere energieën hebben geïnvesteerd, aan te moedigen om hun huizen op een duurzame manier te verwarmen? Concreet, wat stel ik mij voor? Dat het fiscaal en ook qua EPC-certificaat heel aantrekkelijk zou zijn voor mensen om zonne-energie in de zomer met zonnecollectoren uit de zon op te slaan en in de winter te gebruiken om de huizen te verwarmen. We hebben nog een filmpje om u helemaal op temperatuur te brengen, want wij zijn misschien aan het denken aan warmtenetten en de eerste projecten zijn bezig, maar in Zweden zijn ze daar al een heel eind mee opgeschoten. En dus krijgen we nu een filmpje van Magnus Linden, of Linden. Mijn Zweeds is niet dermate goed. Het is wel in het Engels. Hi, my name is Magnus Lindén and I work at Sweco in Stockholm.
Me and my colleague works with different subjects related to energy. We have understood that you are about to have an interesting discussion during the evening about district heating. Good for you. District heating is one of the main reasons with our good progress in Sweden about lower energy efficiency and lowering greenhouse gases. District heating is a way of reuse, recirculate local sources as industry waste and biomass, etc. We in Sweden use our district heating system for heat sinkers for CHP, which enables more intermittent renewable electrical production. District heating can be used to utilize the heat and waste from incineration. We are proud of our system and happy that it's in place. Even though all the good side of district heating, there are district heating companies that have tough days. These are due to the constantly ongoing work with energy efficiency. This has now reached a point for some companies that the new connections cannot keep up for the load losses for energy efficiency. So they actually lower the load about 1% a year. My advice to you when you're planning for new district heating grids are three. The first one is be smart from start. Don't just talk and make wishes for demand response and district heating. It should be the standard for all new systems. Build and use different circuits for radiators and hot water, giving the opportunity to cut the radiators days with high cost production or shortage in production. Be innovative in your tariffs. Could it be an option offering connections, different connections for floor heating at the return circuit in order to get as low return temperature as possible? Three, keep in mind that the market can change. Even if district heating is competitive today, it can be something else tomorrow, at least if your customer look in his wallets. Tailor your custom from that from day one. If you need a hand from me and my colleagues here in Stockholm or in Belgium, we aren't more than a phone call away. I wish you a fruitful discussion. Een stukje Zweedse inslag. Ik ga u alvast even de panelleden voorstellen. Het verst van mij zit Johan Driessen. Hij is professor elektrische energie aan het onderzoeksinstituut Energyville, waar hij zich specialiseert in energieopslag en warmtenetten. In het midden zit Michel de Pape, professor thermodynamica aan de ingenieursfaculteit van de universiteit. Daar leidt hij de onderzoeksgroep Technische Thermodynamica en Warmteoverdracht. En hij woont zelf in een nul-energiewoning, heb ik mij laten vertellen. Ten slotte zit vlakbij mij Paul Gistelink. Hij heeft gewerkt bij FINA, de Nationale Bank en ING, maar hij werkt nu als manager district heating bij Eyandis. En is voorzitter van Warmte Ad Vlaanderen. Dat is een gezamenlijk dochterbedrijf van netbeheerders Eyandis en Infrax, die mee warmtenetten in Vlaanderen willen ontwikkelen. Ik ga misschien de uitslag van de televoting laten. Niets aan twijfel over. Driekwart van de mensen vindt warmtenet een goed idee. Ik ga misschien beginnen met een vraag die ik kreeg, die we op voorhand gekregen hebben. Dat is een persoon die eerst het belang van warmte heeft aangeduid. Namelijk, een gemiddeld gezin heeft een jaarlijkse warmtevraag van 23.000 kilowattuur tegenover een elektriciteitsvraag van slechts 3.500 kilowattuur. Hij vroeg zich af van welke plannen heeft de overheid om die warmtevraag te vergroenen. Ik denk dat meneer De Smet die voor een stuk beantwoord heeft. En welke rol daarbij is voor warmtenetten, warmtepompen, zonneboilers? Ik vraag mij misschien een andere vraag. Waarom beginnen wij er nu pas mee? We zien dat in Zweden eigenlijk ze daar al een heel stap verder zijn. Kan u me daar een antwoord op geven? Misschien meneer Gistelink? Ja, waarom starten wij er nu mee? Ik denk dat we in een andere beweging gekomen zijn. We zijn vandaag in een beweging gekomen waar we wakker liggen rond CO2, rond de toekomst voor onze kinderen. En dan vragen we ons af, hoe kunnen we bijdragen aan de vermindering van de CO2? We hebben 95% gas, maar dat gas dat levert onvermijdelijk CO2 uit. Kunnen wij op een meer intelligente manier eigenlijk kijken hoe kunnen wij die CO2 naar beneden krijgen? Kunnen we restwarmte gebruiken? Kunnen we warmte gebruiken die we op een andere manier anders niet zouden kunnen gebruiken? Natuurlijk, industrie en afval, dat lijkt nogal vanzelfsprekend, maar ook integratie van bodemwarmte, diepe geothermie, zonneboilers, waarom zouden we dat allemaal niet doen? En dan zitten we vandaag
voor een nieuwe wereld. Maar is dit nieuw? Nee, men doet dit in de industrie de laatste 150 jaar. Dus eigenlijk is dit niet nieuw. Het is ook in België niet nieuw. Het net in Gent dateert van de jaren 50. Dus denken dat we nu iets nieuws aan het doen zijn en dat we nu plotseling wakker geworden zijn, dat is helemaal niet waar. Er zijn voordien zeer belangrijke stoomnetten geweest. Verviers, Aalst, die zijn afgebroken omdat de stoomtechnologie eigenlijk vandaag minder aangewezen is om het nog te kunnen doen. Maar nieuw zijn we niet. Het is ook niet nu dat we eraan beginnen. We zijn daar eigenlijk al een hele tijd mee bezig. Alleen is het bewustzijn vandaag gekomen dat het een opportuniteit is om het anders te gaan doen. Als dat mag bij aanvullen, het Scandinavische model van leven is ook compleet anders dan onze volgebouwde lintbebouwingsomgeving. Daar leeft men in woonkernen en heeft men altijd de strategie gehad van we plaatsen een centrale in de woonkern dicht bij de stad, liefst iets erbuiten, en we gaan dan de rest van die centrale toch maar gebruiken om de zeer koude omgeving die daar aanwezig is te verwarmen. En dus heeft men de traditie van een warmtenet gekoppeld aan een grote centrale altijd al gehad in de Scandinavische landen. Dus het is vrij logisch dat men daar al voortgewerkt heeft. Je ziet nu wel een shift in de soort technologie die men gebruikt, omdat men daar ook van die centrales af moet. De enige centrale die ze nog willen bruikbaar zien is de biomassa-centrales, die ze ook massaal ter beschikking hebben, biomassa, omwille van het feit dat ze daar heel veel houtproductie hebben. Iets wat we in Vlaanderen absoluut niet hebben. Dus dat is wel een substantieel verschil met het Scandinavische model en ons model, waar we toch even moeten over nadenken van ja, gaan wij massaal biomassa hebben om onze warmtenetten te voeden. Ik vond het zeer belangrijk dat meneer De Smet de opmerking maakte van we willen vooral groene warmte en in één adem wordt dan gezegd we willen ook warmtenetten. En dat vind ik een heel gevaarlijke koppeling. Je hebt volkomen gelijk, denk ik, als je zegt van de CO2 moet naar beneden, dus we moeten van ons fossiele brandstof vanaf. Warmtenetten is een manier, maar een warmtenet op zich zal niet de oplossing zijn. Er zal veel meer nodig zijn dan een warmtenet om die CO2-reductie te realiseren. Meneer Driessen, u bent niet bezig, of slechts met een deel van de oplossing bezig, als ik dat samenvat. Ja, ik moet even iets rechtzetten. U hebt in het begin gezegd dat ik bezig ben met warmtenetten. Ik ben eigenlijk bezig met slimme netten. En of dat nu elektriciteit, wisselstroom, gelijkstroom of warmte doorstroomt. Ik bedoel, we moeten kijken naar het totale systeem. Dus warmtenetten worden nu van belang terug, omdat we kijken naar een totale energieoptimalisatie, waar we ook kijken naar recuperatie in plaats van eigen gestookte centrales die de warmtenetten voeden, zoals vroeger die oude stoomnetten. Het zijn nu ook lage temperatuurnetten. Dus het zijn andere technologieën dan men vroeger gebruikte en die passen veel beter bij het huidige verbruiksmodel. En wat er dan ook bij komt, ook het businessmodel is veranderd. We zitten nu met die vrije markten voor energie. En dat brengt ook met zich mee dat mensen nadenken over hoe kan ik elektriciteit optimaal gebruiken. Is er een arbitrage mogelijk, elektriciteit versus warmte. En dat brengt ook met zich mee dat we in de toekomst gaan kijken naar warmtenetten langs elektrische netten, warmtepompen die gestuurd worden volgens een intelligent mechanisme. Dus in het totale systeem heeft het volgens mij ook zeker wel een plaats tegenwoordig. Ander businessplan, zegt u. Ik hoor meneer Linden zeggen, of meneer Linden, van ja, wij beginnen warmtenetten te hebben die nu lasten krijgen van energieefficiëntie. Mensen, de huizen worden energieefficiënter, gevolg, ze vragen minder energie. En daar sta je dan met je dure warmtenet. Houden jullie daar al mee rekening nu? Ja. Misschien kan u daar uit de praktijk iets over zeggen. Het is zo dat wij warmtenetten doen op zeer lage temperaturen ook. We hebben een voorbeeld waar we dus afvalwater, koelwater op 25 graden Celsius met een warmtepomp terug gaan gebruiken om een gebouw te verwarmen. Een gebouw dat trouwens een bendegebouw is. Om maar te zeggen, die dingen sluiten elkaar niet uit. Twee, zoals de prof ook zei, het is terecht. We moeten de delta tegenover ons warmtenet zo groot mogelijk maken. Want op die manier gaan we efficiënt met die warmte gaan omgaan en daar iets mee doen. Natuurlijk begrijp je dat in een klassiek verwarmingspatroon waar men 90-70 heeft, men graag naar een patroon zou gaan, 60-20 of iets dergelijks. 60 om lage temperatuurverwarming te hebben, minder warmteverlies te hebben, want u hoorde ook minder dan 1% warmteverliezen proberen in de leidingen te krijgen. Ja, er is heel wat werk aan de winkel en wij proberen creatief daarmee om te gaan. Wij proberen netten te bouwen die die evolutie van de toekomst gaan kunnen doen. Hier in Antwerpen op Nieuw-Zuid hebben wij net waar zonnepanelen op het dak liggen.
thermische zonnepanelen. Dus wij doen wel een aantal dingen. We proberen al die technologie zo goed mogelijk in elkaar te krijgen. En ik vond de opmerking daar juist rond de slimme netten eigenlijk wel zeer relevant. Want een slim net, ja, in Duitsland is een net slim, omdat het bijvoorbeeld een overschot aan elektriciteit opslaat in warmte. We denken altijd in batterijen, we denken altijd aan waterstof, maar er is meer dan waterstof en batterijen. En wat de dame in het begin ook opmerkte, er zijn inderdaad wel andere dingen om de zaken te doen. En je moet daarin creatief zijn, want anders gaan we nooit een rendabel economisch model bereiken. En uiteindelijk is het nog altijd de bedoeling, en men zegt wel altijd, ja, het mag niet meer zijn dan anders en niet meer dan de gasprijs op vandaag. Maar eigenlijk is dat toch wel een druk die reëel in de markt leeft, los van het feit of die vergelijking nu de vergelijking is voor morgen. Dus we moeten ook vandaag efficiënt zijn. En morgen allemaal benwoningen, fijn, maar die hebben nog altijd warmte nodig, al was het maar om een bad en een douche te nemen. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we daarmee omgaan? Hoe gaan we warmte laten zitten die plotseling in piek moeten gaan produceren? Hoe gaan we warmte gaan bufferen? Hoe gaan we dit geheel samenzetten? Dat is de uitdaging voor morgen. En denken dat we gans Vlaanderen met een warmtenet gaan uitrusten, dat gaan we helemaal niet doen. Dat is ook niet zinvol. Het heeft geen zinvol op een plaats waar er geen restwarmte is of er geen opportuniteiten zijn voor hernieuwbare warmte van een warmtenet te gaan doen. Maar het kan wel zinvol zijn in een warmtenet te doen in een wijk, ook al staan daar maar 10 huizen, omdat daar een opportuniteit is. En dat is de mindshift die we moeten maken rond de warmtenet. Niet meer denken in de grote netten van vroeger, maar in netten van vandaag die zich geleidelijk aan elkaar zullen breien. Dus het is niet zozeer de overheid of de netbeheerders die het initiatief nemen. Het kan ook af en toe de burger zijn die het initiatief neemt. De kreet vandaag is eigenlijk burgerparticipatie. Hoe kunnen we de burger mee betrekken in het energiebeleid? Hoe kunnen we hem mee betrekken in bijvoorbeeld de warmtenet? Net zoals we hem betrokken hebben in de windmolen. Mag ik daar dan een vraag bij stellen? Als je kijkt naar een investering, als je de opmerking is gemaakt van een van de mensen, ja, het is iets van een 30.000 kilowattuur die je nodig hebt om een woning te verwarmen. Ja, een passief woning heeft nog 15 kilowattuur per vierkante meter per jaar, maal 200 vierkante meter is nog 3.000 kilowattuur. Dus dat is evenveel als elektriciteit dat je hebt als vraag. De grootste deel daarvan is dan nog een stukje daarbij zal sanitair warm water zijn. Dat is hoge temperatuurswarmte. Waarschijnlijk kan je de helft afdekken met een zonneboiler op je dak. Dus dan heb je eigenlijk niet zoveel meer nodig. De vraag is, moeten we de burger aanzetten om eerst naar die heel lage energiestandaard te gaan renoveren, slopen, ik hoor dat heel graag zeggen, en vervangen door iets wat veel beter is. En zal er dan nog geld over zijn om ook die warmtenetten uit te rollen? Ik heb daar bedenkingen bij, want we kunnen iedere euro maar één keer uitgeven. Mijn grootvader heeft mij geleerd, een frank uitgegeven, zei hij toen, is 2 frank gespaard. Dus in die zin, die dat je niet verbruikt, heb je ook niet nodig van je net. Dus ik heb daar zo wel een beetje een gevoel bij van, ik geloof in opportuniteiten, maar ik weet niet of de markt die opportuniteit gaat bieden voor die netten. Ik zou de beide doen. Want als je kijkt naar onze steden, daar staan talrijke historische gebouwen waar je buiten toch wel geen 15 centimeter polyurethaan gaat kunnen tegenkleven. Waar je uiteindelijk wel zal verplicht zijn van die ook te verwarmen, van die in stand te houden. Dit zullen nette gebouwen zijn van morgen die eigenlijk het meest gebaat zullen zijn met de verminderde CO2-uitstoot van een warmtenet. Maar je moet niet die nieuwe wijk die vandaag gebouwd wordt en die ben is, moet je niet noodzakelijk zeggen, maar die moet aangesloten worden op een warmtenet. Sluit die aan op een warmtenet als dat zinvol is, omdat er toevallig warmte in de omgeving is, waardoor je er iets kunt realiseren. Dus ik zou zeggen, doe de beiden. En pas u aan de situatie waar het zinvoller is van naar energie-neutrale woning te gaan. Doe dit dan ook, isoleer. Want elke kilowattuur die je niet verbruikt, is nog altijd de kilowattuur die je spaart. Maar waar het minder zinvol is, oude stadskernen en dergelijke omgevingen, gebruik de technologie om daar maximaal onze CO2-reductie te realiseren. Meneer Driessen, ik zag u knikken. Ja, ik ben het even eens met meneer Gistelink. Zeker dat geval van die erfgoed. We hebben prachtig erfgoed in ons land met een enorme warmtevraag. En restaureren lost niet altijd alles op. Dus daar kan je een mooi project bedenken op heel veel plaatsen waarbij er restwarmte gebruikt wordt om het erfgoed in stand te houden en te blijven gebruiken. Ik ken zelf in Leuven, waarvan ik afkomstig ben, mooie voorbeelden. We kunnen de restwarmte van de brouwerij daar gebruiken om een aantal mooie oude gebouwen te blijven verwarmen. Maar we moeten wel opletten dat we niet in een lock-in verzeilen. Ja, dat is altijd het gevaar met grote investeringen. We hebben al een paar van die historische vergissingen gehad.
Zowel aan de vraagzijde is duidelijk dat de warmtevraag zal dalen door efficiëntiemaatregelen. Maar aan de productiezijde ja, zal waarschijnlijk de restwarmte die hier ter beschikking is, niet meer echt veel groeien de komende jaren. Dus ook daar moeten we letten op lock-ins. En daarom is bijvoorbeeld zoiets inzetten op verwarming van erfgoed wel iets interessant, want dat gaat er zeker nog lang staan. Ik ga even terugkoppelen naar het filmpje van, waarin Alexandra Liebaert vraagt. Opslag van energie, kan dat niet gedwarsboomd worden door ontwikkeling van warmtenetten? En is opslag van energie iets waarvan u sowieso vindt, ja, daar moeten we eigenlijk wel naar streven om warmte die we creëren op een bepaald moment een beetje bij te houden op een of andere manier? Zij stelde de vraag, ik geef ze u door. Ik zou misschien een voorbeeldje kunnen geven dat echt wel bestaat in het buitenland, waar men dus in de zomer de warmtebron van het warmtenet gewoon stilgelegd heeft. En men via een buffervat en thermische zonnepanelen eigenlijk zorgt voor het warme water dat nog nodig is in de zomer. Het zij om aankoeling te doen, via absorptiekoeling. Het zij om voor sanitair warm water te zorgen. Dus die buffers, die zijn er en die bestaan. Er zijn ook nieuwe technologieën of technologieën die in ontwikkeling zijn. Nieuw zijn ze, maar met faseomzettingen en dergelijke. Dus ja, we gaan die buffers gebruiken. Vraag is alleen, willen we die buffers in de individuele woning inzetten of willen we die buffers over een groter geheel opzetten? En ook daar denk ik dat het antwoord is, de beide zullen we nodig hebben om er te komen. Het wordt een zeer pragmatische oplossing. Zijn daar bedenkingen bij? Ik zie meneer De Pape nu knikken. Of ik heb wel wat bedenkingen nu. Uiteraard buffers. Eigenlijk kun je energie bufferen, maar het magische woord tegenwoordig in de wereld, in de energiewereld, is flexibiliteit creëren. Omdat we zitten met die onvoorspelbare hernieuwbare bronnen. En bufferen van energie onder de vorm van warmte of elektriciteit is één van de manieren waarop dat we dat doen. En of dat we dat nu centraal doen of decentraal, zijn voor en tegens. We moeten voldoende spreiden en letten ook op de totale systeemefficiëntie en de mogelijkheden die we hebben. Want warmtebufferen is heel interessant, maar het is ook niet zo duur, werd dat straks even aangehaald. Warmte opslaan kan vrij goedkoop. Maar spijtig genoeg zijn dat nogal redelijk volumineuze installaties. Terwijl bijvoorbeeld elektriciteit opslaan op andere plaatsen heel compact zou kunnen. Ik zie dat mijn collega hier langs het er niet helemaal mee eens is. Maar je moet zoeken naar de optima om op die manier die flexibiliteit naar de gewenste energiedienst, in dit geval verwarming heel dikwijls, om die aan te bieden op het juiste moment. Ja, ja, om even reageren op thermische opslag natuurlijk. De nieuwe technologie zal toelaten om die volumes met een factor 4 bij je thuis te verkleinen. Dus we zitten al onder de kubiek waarschijnlijk om een dag door te komen. Er zijn mogelijkheden. Hè. We gaan die technologische ontwikkeling sowieso meemaken. Een vraag die ik mij wel stel is, wat gaat er gebeuren als de individuele burger beslist om zich los te koppelen van het net en te zeggen, van ik wil het eigenlijk autarchisch gaan doen. Technologisch wordt het nu mogelijk, hè, om dat autarchisch te gaan doen. Hoeveel burgers gaan in die richting willen gaan? En gaan, want als je koppelt aan een warmtenet of aan een netwerk, dan heb je ook ergens een afnameverplichting, gaat ergens een contract aan gaan, maar zijn mensen die bij vrijheid zweren en zeggen van nee, ik wil eigenlijk daar niks meer mee te maken dan met al die mensen die mij die dingen proberen te verkopen. Hoeveel gaan we er zo hebben die dat doen? En het wordt technologisch mogelijk, hè? En waarschijnlijk financieel ook interessant. Gaan we die richting uitgaan of gaan we... Of gaan we de, ah ja, het antwoord zal zijn, we zullen het allebei doen, maar dat is een beetje een neutraal antwoord natuurlijk. Dat kan, maar spreken we over microgrids en off-grids en dergelijke. Dat is op dit moment een redelijk dure bedoeling om volledig van het netwerk weg te gaan. Tenzij dat je jezelf niet dezelfde betrouwbaarheid wilt toemeten. Daarom denk ik dat je toch nog... Daarom denk dat het nog wel even zal duren in mensen loskoppelen van welk netwerk dan ook. Maar ik denk dat dat op lange termijn niet zal gebeuren, omdat we gewoon die netwerken anders gaan gebruiken. Ja, het verleden waren netwerken de top-down leveranciers van de energie. Nu worden dat gewoon de marktplaatsen, de plaatsen waar energie uitgewisseld wordt. Zowel bij warmtenetten, de oude unidirectionele warmtenetten van de stoomcentrales, zijn vervangen door vierde generatie collectoren waar je warmte uitwisselt. Hetzelfde met de smart grids. Dus het businessmodel is veranderd en daarom denk ik dat volledig loskoppelen nooit echt helemaal interessant is, tenzij je ergens op een afgelegen eiland woont. Ik weet niet, een aantal mensen zeggen mij toch dat je vooral die diensten die netten aanbieden, ook betaald en dat je nog eens op getaxeerd wordt door bepaalde
beslissingen van de regering. Wat ook niet zo interessant is op zich. Hè. Er is wel een marktplaats, maar die markt is niet gratis. Hè. Dus er zal toch wel een financiële sturing zijn. Als je kijkt naar hoe weinig ik nog kan verdienen aan energie te besparen, omdat ik al bijna geen verbruik, zal het waarschijnlijk voor mij interessant worden op een bepaalde dag van los te koppelen, omdat ik dan al die diensten ook niet meer hoef te betalen. Misschien mijn betrouwbaarheid, maar daar reken ik dan op de technologie dat die slim genoeg zal zijn om mee te sturen. Dus het is altijd vervelend als ingenieurs beginnen te discussiëren over taksen, want loskoppelen wil dan zeggen dat je taksen wil ontduiken. Dus, Dat is een ingenieursmatige interpretatie. Ja, ik zou de vraag terugkoppelen aan meneer Gistelink. Van, inderdaad, mensen die zich afkoppelen van het net, is dat een realiteit? Die zullen er zijn, maar... U moet u misschien eens de vraag stellen. Wij betalen al een brandverzekering. Dat kost ons ongeveer 500 euro in het jaar, zo gemiddeld, denk ik, voor de meeste van ons. Waarom doen wij dat? Branden ons huis regelmatig af? Lopen wij eigenlijk veel risico? Nee, eigenlijk zijn we toch wel blij, want als het zou gebeuren... Nu, waarschijnlijk zal het net van de toekomst niet alleen de marktplaats zijn, maar ook een beetje de verzekering zijn. En de vraag is, gaan mensen zich volledig willen loskoppelen, ook loskoppelen van die verzekering? Of zal er een loskoppeling gebeuren, maar zal dat een losse koppeling worden in plaats van een loskoppeling? En ik denk dat er misschien meer in die richting zal bewogen worden. We gaan waarschijnlijk naar een situatie gaan waar het net een soort verzekeringsmaatschappij wordt van ons allen, die ons zal helpen, zowel op het gebied van warmte als op het gebied van elektriciteit, als op, om een aantal dingen te gaan doen. En dan heeft het net eigenlijk zijn rol niet helemaal kwijtgeraakt. Nu, technologie kan zeer snel veranderen. Hè. Denk, wie heeft er nu nog een telefoon thuis? Hè. Iedereen belt met zijn gsm. We zijn bijna in die situatie terechtgekomen. We moeten natuurlijk voorzichtig zijn. Technologie kan sneller zijn dan we zelf zijn. Ik had nog een laatste vraag. Warmtenetten voor de industrie, waarbij we eigenlijk restwarmte van de industrie gebruiken, is dat eigenlijk wel de oplossing? Ik vind dat fantastisch. Ik krijg af en toe zo eens de reactie van mensen die zeggen, je bent nu naar een bedrijf geweest om dat restwarmte te recupereren en je komt daar naar buiten en na 3 weken sturen die u een berichtje van, we gaan dat toch niet doen, we gaan dat intern gebruiken. Ik vind dit fantastisch. Want wat is eigenlijk mijn doel? Mijn doel is gemeenten helpen om CO2 te besparen. Of die man in de industrie dat nu zelf doet in zijn bedrijf, of ik doe dat met een warmtenet of op een andere manier. Het doel hebben we wel bereikt. Daarboven zie ik ook, hè, ik heb een concreet industriepark die ik vandaag aan het uitrusten ben, waar we de helft met gas gaan uitrusten en de helft met een warmtenet. Want de aard van een bedrijf, ja, als je op hoge temperatuur productieprocessen hebt, ja, dan heb je iets anders nodig. Maar misschien kunnen we de warmte van die mensen dan ook weer inkoppelen op dat warmtenet. En zo hun buren helpen. Dus er zijn ook in de industrie, denk ik, grote mogelijkheden. En ik applaudisseer voor een Enzo Stora en een Volvo die samen een probleem oplossen. Hè? Want ik denk dat inderdaad ook in de industrie dat ding moet leven en men daar dingen moet mee doen. En dat hoeft niet noodzakelijk in mijn tussenaanhalingstekens net terecht te komen. Hè? Als we maar de doelstellingen die we nastreven bereiken. Ja, dat is een mooi voorbeeld van in de Antwerpse haven, de linkeroever, het stoomnet, waar een stoom wordt uitgewisseld op de... Ja, dat is een fantastisch goede zaak om dat te doen, maar dat is inderdaad een net op industriële schaal, waarin een aantal industriële spelers heel duidelijke afspraken maken om samen iets te doen. En de CO2-besparing is natuurlijk de doelstelling die daarmee gehaald wordt. Dat is een zeer mooi voorbeeld van hoe het wel moet, hè? Ja, denk het wel. Meneer Driesen, het laatste woord. Ik zou zeggen, als het restwarmte is, wat je ook wel kan omschrijven als afvalwarmte, moet je doen wat je doet met alle afval, proberen te, ofwel te vermijden of te recycleren, circulaire economie. Maar ik maak me eigenlijk wel een beetje zorgen over de toekomst van die industriële restwarmte. Als je ziet dat toch onze maatschappij gradueel aan het de-industrialiseren is. De grote processen waar die restwarmte produceren, die zijn stilaan aan het verdwijnen en we zijn aan het overschakelen naar een meer dienstengebaseerde economie. En als het maakindustrie is, is het ook moderne maakindustrie die super efficiënt is, ook met energie. Dus daar, ja, ik zou zeggen, als er een opportuniteit is, gebruik ze, maar hou ze ook niet langer in leven dan dat nodig is. Ja, ik zie restwarmte ook echt wel als een transitie. Maar op een bepaald moment zal die rest ook naar nul gaan. En dan moet je wel weer een andere oplossing hebben. Het koopt ons misschien 20 jaar extra tijd. We moeten daar nu zeker op inzetten, maar het is geen oplossing voor een lange termijn duurzame economie op te bouwen. Waarmee we in elk geval al een bruggetje hebben gelegd naar het volgende debat. Ik zou denken, hartelijk bedankt, meneer De Pape, meneer Driesen, meneer Gistelink,
vragen uit de zaal, zoals gezegd, kunnen na de volgende twee debatten ook aan deze heren worden gesteld. En we gaan nu weer een nieuwe televoting doen. En ondertussen ga ik een aantal mensen op het podium roepen. Mevrouw Inne Peersman en de heren Luc Sterks, Frank Schoonakker en Alex Polvliet. De polvraag is, gaat 100% hernieuwbare energie ten koste van onze industrie? Als u vindt dat dat ten koste gaat van onze industrie, dan antwoordt u A. Vindt u dat dat niet het geval is, dan antwoordt u B. En terwijl de resultaten hopelijk binnenlopen... Oei. Ja, toch 2/3 van de mensen die niet akkoord gaan met de stelling. Ja, het begint te verminderen, maar toch het blijft toch ongeveer in die buurt dat hernieuwbare energie ten koste moet gaan van onze industrie. Dus eigenlijk toch een aantal mensen die zeggen dat onthouden. We krijgen nu een filmpje met een vraag van Aldo Peters. En dat hopelijk er min of meer snel aankomt. Kijk, daar is hij al. De kostvervuil van energie is uiteraard een heel belangrijk thema. En het is uiteraard ook een aspect dat de competitiviteit van bedrijven beïnvloedt. Maar naar ons aanvoelen is eigenlijk het aspect energie-efficiëntie. Dus hoeveel energie dat een bedrijf verbruikt voor een bepaalde activiteit. Wordt daar eigenlijk te weinig aandacht aan geschonken. Het voorbeeld dat toch wel iets kan brengen, zien we bij een aantal van onze klanten die de afgelopen 10 jaar 30% in specifiek verbruik gedaald zijn. Dus die voor gelijkblijvende productie 30% minder gaan verbruiken, dus ook 30% minder hoeven te betalen. En we merken toch wel dat klanten in hun woorden het belangrijk vinden, maar dat dan dikwijls in de daden, ja, dat we toch merken dat de prioriteit specifiek voor energie-efficiëntie, dat die het wel eens durft afglijden. Dus is het geen optie om ook daar meer aandacht aan te besteden en op die manier daadwerkelijk grote stappen te zetten en dan mag die kost een beetje stijgen, dan denk ik dat we daar eerder als regio en ook als bedrijf een competitief voordeel kunnen uithalen. We hebben ten andere ook klanten die het zo beschouwen, die dus binnen de groep zich profileren als kampioen energie-efficiëntie. En dat werpt resultaten af. Zo, die bijdrage heb ik ook gehad. Ik ga u even de panelleden voorstellen. Van links naar rechts zien we Frank Schoonakker. Hij is een elektromechanisch ingenieur. Ingenieur, heeft gewerkt bij Siemens. En sinds 1996, intussen al 20 jaar, dus bij EDF Luminus, waar hij nu director corporate affairs is. EDF Luminus is de nummer 2 op de Belgische markt. Naast hem zit Inne Peersman. Zij is bio-ingenieur, dus er zijn echt wel een aantal ingenieurs die meedoen aan het debat vanavond. Zij werkte bij ACT, een NGO, bij Water Energic, het Energieinstituut van de KU Leuven, Nuon België en EDF Luminus. Voor ze overstapte naar het Vlaams Energiebedrijf, waar ze directeur energieleveringen is. Ten slotte naast haar Luc Sterks, opnieuw een ingenieur, chemisch ditmaal, actief geweest bij Exxon Chemicals, Indaver, Petrofina, Olion en SPE Luminus, dat is de vorige naam van EDF, tegenwoordig voorzitter van Febeliac, de federatie van grootverbruikers van energie. En tenslotte, last but not least, Alex Polvliet zit hier naast mij. Hij vervangt Bram Klaes in het programma. Hij was leerkracht geschiedenis en directeur van een aantal NGO's, maar werd eigenlijk meest bekend als kabinetchef van staatssecretaris Olivier Deleuze. Ook adjunct van de kabinetchef. Ja, dus... U had het kunnen zijn. Hij was onder andere betrokken bij de wetgeving rond de kernuitstap en sinds 2009 heeft hij zijn eigen adviesbedrijf Zero Emission Solutions. Heren en dames, ook jullie hartelijk welkom. Ja, de televoting, het is in elk geval niet de schuld van 100% hernieuwbare energie dat de industrie in de problemen komt.
Meneer Sterks, dat moet een geruststelling zijn. Ja, dat is inderdaad een geruststelling, maar ik wil eerst iets anders zeggen, want dat is hier nog niet gebeurd vandaag. Maar ik denk dat we de organisatoren moeten feliciteren met deze opkomst. En persoonlijk als ingenieur vind ik het ook zeer belangrijk dat de stem van ingenieurs in dit debat veel meer wordt gehoord. Want ik ga je een verhaaltje vertellen. Het is mij wel eens voorgekomen dat bij een hoge politieke beleidsdrager het voorkwam dat als ik zei dat in België al meer capaciteit staat, productiecapaciteit voor groene energie, dan dat er capaciteit staat voor kernenergie, dat men zei dat kan niet. Hè. Men verwart de productiecapaciteit, het vermogen, met de geproduceerde hoeveelheid energie. En dit heeft zijn eigen taal, dit heeft zijn eigen woordenschat, energie, en ingenieurs kunnen daar een rol in spelen. Voilà, dat is pro domo, maar ik ga nu proberen te antwoorden op uw vraag, want ik denk dat ik iets moet vertellen over de, wat ik zou noemen, de olifant in de kamer in het energiedebat. In dit land, in België, vertegenwoordigt de industrie een kleine 40% van het gas- en elektriciteitsverbruik. Dit is veel, dit is bijzonder veel, zeker in Vlaanderen. Wij zijn een erg energie-intensief land. Wat dat betreft, wij verbruiken per hoofd van de bevolking veel energie. En dat heeft gewoon te maken met de structuur van onze industrie, van onze economie. De scheikundige industrie in dit land op zichzelf vertegenwoordigt een netto handelsbalans voor dit land van meer dan 20 miljard euro per jaar. Dat zijn belangrijke cijfers. Dat wordt ook gerealiseerd door een industrie die er sinds jaar en dag aanwezig is. Dus die olifant in de kamer heeft een zeer bijzonder energieprobleem. En dat energieprobleem is dubbel. Dat is een probleem van natuurlijk competitiviteit. De euro mag hier ook wel eens aan bod komen. Hij is sporadisch aan bod gekomen. Maar als we spreken over dit zeer complexe vraagstuk, ja, dan moeten we toch rekening houden met het feit of dit voor onze industrie, die zo'n belangrijk deel in onze economie is, of dat dit nog betaalbaar blijft of dat ze daarmee competitief kan blijven. Dit is een situatie die vandaag in ons land, en de mensen die dat een beetje volgen weten dat, niet optimaal is. In dit land zijn de energieprijzen, en ik bedoel dan meer specifiek de elektriciteitsprijzen, 15 tot 40% hoger dan in de ons omringende landen waarmee deze industrie competitief moet zijn. Het tweede probleem is het probleem van de bevoorradingszekerheid. Ik denk dat Frank dit kan bevestigen. We lopen niet meer over van productiecapaciteit zoals dat we dit de beginjaren hebben gekend. Er zijn hier echt op dit moment, dat heeft te maken met andere dingen, ook met buitenland. In Frankrijk liggen een kleine 20, denk ik nog, vandaag kerncentrales stil. Dit is een bijzonder probleem op vlak van bevoorradingszekerheid. Onze piekbehoeften in dit land kunnen wij zelf niet meer voldoen zonder dat er import is. Dit zijn grote problemen op vlak van bevoorradingszekerheid. En ik hou echt mijn hart vast voor de reputatie van dit land als we op een bepaald moment in het buitenland zouden moeten lezen dat er in dit land een shutdown is, een stilstand is van bepaalde industriële takken omdat er niet voldoende elektriciteit was. Dit zou een ongelooflijke catastrofe zijn. Dus dat zijn de twee dingen die ik wil onderlijnen. Het is een zeer bijzondere problematiek, energievoorziening voor de industrie. En ze is substantieel en veel belangrijker in Vlaanderen dan in de omringende landen. Kunnen we niet meer doen met energie-efficiëntie, was de vraag van Aldo Peters. Ja, daar zeker. Zeker. Maar dat is een proces dat al lang bezig is. Hè. Over de laatste 25 jaar is de hoeveelheid energie die in de scheikundige industrie gebruikt wordt voor de productie van 1 ton met meer dan de helft verminderd. Dus gestimuleerd door een enorme prijsstijging van energie enerzijds, maar anderzijds de convenanten of de beleidsovereenkomsten die nu overal gesloten worden, waarmee onze industrie jaar na jaar moet bewijzen dat ze op het vlak van energie, onder andere energie, maar ook andere parameters, tot de meest excellente ondernemingen ter wereld behoort. Je kunt veel dingen hier ook wegjagen, maar als het dan voor gevolgd heeft dat diezelfde producten, want die hebben tenslotte toch ergens nodig, ergens anders worden gemaakt en dat daar dan veel meer uitstoot is, bijvoorbeeld, ja, dan hebben we weinig gewonnen. Dan spreken we dus van de zogenaamde carbon leakage, het exporteren onder andere van CO2-uitstoot. Mevrouw Peersman, energie-efficiëntie, de vraag van meneer Peters. Jullie houden zich daar ook bezig bij het Vlaams Energiebedrijf om overheidsgebouwen efficiënter te maken. Kan je daar echt het verschil mee maken? Goh, ik denk dat je met energie-efficiëntie eigenlijk een heel belangrijk verschil kan maken. En vaak wordt eigenlijk debat gevoerd over hernieuwbare energie, maar moeten we eigenlijk in eerste plaats eerst denken aan energie-efficiëntie.
En als we dan kijken naar de overheidsgebouwen, dan kan er eigenlijk nog een heel belangrijke mate aan energiebesparing worden doorgevoerd. Ik hoorde op een bepaald moment percentages vallen in het filmpje van 30%. Ook zo'n cijfers vinden we eigenlijk terug als we denken aan projecten over energieefficiëntie in de overheidssector. En dan wordt, als de prijs dan gaat stijgen, ja, dan kan die stijgende meerprijs zeg maar wel betaald worden, omdat er gewoon ook minder verbruikt wordt. Meneer Polvliet, ik zie u al een paar keer knikken, maar ik ga toch eerst een vraag stellen aan meneer Schoonakker. Even de titel van het debat nemen, 100% hernieuwbare energie. Tegen wanneer is dat mogelijk? Oh, dat is een goede vraag, zeker in een specifiek land als België, zou ik zeggen. Met een relatief grote bevolkingsdichtheid. Met, laat ons zeggen, relatief weinig bergen. Dus eerder een paar molshopen, als ik een beetje stout kan zijn. We zijn als EDF Luminus de marktleider in hydropower in dit land. Met 70 megawatt. Hè. Dus ik wil die 70 megawatt niet minimaliseren natuurlijk. Maar uiteindelijk, dat is ongeveer, ja, laat ons zeggen, ook 70% van het potentieel aan waterkracht in dit land. Dus laat ons zeggen, waterkracht, ja, dat is niet evident om daarop te kunnen beroepen. Wind, ja, de oppervlakte is beperkt, hoe het ook draait of keert. Wat zonne-energie dan fotovoltaïsch betreft, oké, we hebben inderdaad daar wat oppervlakte, omdat je daar, laten we zeggen, een aantal zaken kan combineren. Dus bebouwing kan je combineren met zonnepanelen. Biomassa, heel wat hijsa daar rond. Ik ga mij niet hier aan politieke uitspraken wagen. Ik ga eerder, laten we zeggen, een eerder business insteek daarover geven, dat je zegt van, kijk, ja, kijk naar de CO2-balans en heeft het zin om ergens van op grote afstand grote hoeveelheden te importeren? En zou je beter niet dat hout dan elders gebruiken als materiaal en dan kijken of het er eventueel afvalhout zou zijn waar je dan iets mee kan doen en dergelijke meer? Dus dat vereist toch een heel belangrijke reflectie als ik het van daaruit bekijk. Dan heb je natuurlijk nog andere zaken zoals geothermie en dat soort dingen allemaal, waar we natuurlijk ook wel hier en daar wat potentieel hebben. Allee, als samenvattend is, België, we moeten denk ik leren leven met de beperkingen die we hebben. Dus het zal een serieuze challenge zijn om vanuit dat oogpunt potentieel, echt, laten we zeggen, het arm's length als bereikbare doelstelling, daar op eigen kracht te kunnen geraken. En zelfs met import van de naburige landen is dat niet evident. Dus het potentieel is niet groot. Ik zou willen aansluiten bij enerzijds wat de industrie inderdaad al sinds jaar en dag doet. Want voor hen is energie eigenlijk al sinds jaar en dag een kostparameter. En daarom doen zij al enorm aan energieefficiëntie. Ik denk dat we daar in eerste instantie, en daar hebben we wel potentieel, daar hebben wij, laten we zeggen, al een niet veel meer potentieel, denk ik, dan de ons omringende landen. Kijk naar gelijk welke studie die wij maken, vooral in de tertiaire en in de residentiële sector. Ja, wij zijn niet efficiënt met energie. Wij gaan niet efficiënt met energie om. Dus daar is een gigantisch potentieel. En ja, grootvaderswijsheid, dat klopt dus. De niet uitgegeven euro, of frank of centiem destijds, ja, nog zelfs in zijn tijd, is nog altijd de goedkoopste. En uiteindelijk ook de groenste. Dus in die zin zou ik zelfs durven oproepen van, kijk, is hernieuwbare energie een objectief aan zich? Nee, dat is voor mij geen objectief aan zich. Voor mij is het feit dat we een klimaatdoelstelling willen nastreven, dat we iets willen doen aan de opwarming van de aarde, dat we de CO2-emissies naar beneden willen krijgen, dat is het eerste. En de eerste parameter, low-hanging fruit, is en blijft energieefficiëntie. Dan in tweede instantie moet je natuurlijk kijken wat dat dan overblijft, de nood die overblijft. Waar kan je recupereren? Waar kan je dat zo CO2-vriendelijk mogelijk doen? Waar kan je dat hernieuwbaar doen? Natuurlijk, dat is evident. Dit ook gekoppeld aan een bezorgdheid die wij ook met de industrie delen, zijn er de bezorgdheid van de bevoorradingszekerheid. Dus inderdaad, wij stellen gewoon vast, en ook als operator met, laten we zeggen, een portefeuille aan productiemogelijkheden, een portefeuille ook aan, laten we zeggen, aan de klantzijde. Dus er wordt gesproken aan flexibiliteit aan de vraagkant, om dat te laten afstemmen. Als er zon is, dat je die zonne-energie inderdaad direct naar een klant kan doorschuiven. Dat gebeurt vandaag allemaal al. Op dat ogenblik vragen we al een vriesbedrijf om dieper te vriezen, om die zonne-energie te kunnen recupereren. Dus we zijn al aan het evolueren naar het klassieke exclusief nachttarief, naar een tarief dat je zegt van, kijk, er is zon, er is wind, richting verbruik. Dus dat doe je al vandaag. Dus flexibiliteit wordt al ingezet. Wat dat niet wegneemt, dat je nog altijd de challenge hebt op het ogenblik dat die wind er effectief niet is. Hè, dus de cartoon, denk ik, bij het eerste, gans in het begin. Als die zon er effectief niet is, en we hebben zo'n aantal dagen meegemaakt, niet zo lang geleden, als dan bovendien blijkt dat een aantal technologieën in ons eigen land, hè, er liggen hier op momenteel ook twee nucleaire reactoren stil. In het buitenland inderdaad liggen er ook een aantal stil. We zijn massaal aan het importeren. En dan
komen we tegen de grenzen. En wat ik, laten we zeggen, zeker in de overgang heel weinig aan bod hoor komen, naar mijn aanvoeren te weinig, is gas. Dus akkoord naar flexibiliteit, akkoord naar demand-side management, akkoord dat je aan stockage denkt en laat ons daar vooral kijken wat we morgen kunnen doen met stockage, lokaal, decentraal of globaal. Maar denk ook in tussentijd naar een overgangstechnologie die je gaat nodig hebben, want op dit ogenblik, wat gebeurt er in dit land? En dat is een paradox eigenlijk bijna. Enerzijds, inderdaad, is er geen piekcapaciteit of voldoende piekcapaciteit. Als de Duitsers de kraan dichtdraaien, als de Fransen de kraan dichtdraaien, zitten wij in het donker. Enerzijds. En wij zien in de markt dat we onze gascentrales niet kunnen laten overleven. En dat is voor mij dan de missing piece in de complete puzzle die er vandaag nog altijd is. In belang van onze welvaart. Ik zie Luc Sterks opschrijven, maar ik ga eerst het woord geven aan Alex Polvliet. Ik zou ondertussen al heel wat reacties kunnen geven op wat de vorige sprekers hebben gezegd. Maar ik wil starten met die cartoon van daar straks. Die cartoon, ik ken die cartoon al heel lang, die dateert al van een jaar of 10 geleden. En op 10 jaar tijd is er heel veel veranderd in de energiemarkt. Ik heb ook een grasmaaier die 100% op hernieuwbare energie draait. Op zonne-energie met een batterij. Ik hoef dus zelf mijn gras niet meer af te rijden, dat gebeurt dus automatisch. En ik heb het nog nooit meegemaakt dat het gras niet kon afgereden worden omdat ik te weinig energie had. Dus dat stemt tot nadenken op zeer kleine schaal, maar ook kan je dat gaan extrapoleren naar grotere industriële schaal. Ik wil even reageren op wat Luc bij zijn introductie zei. We zitten misschien met een probleem van competitiviteit op vlak van prijzen, alhoewel we dat ook niet moeten dramatiseren. Maar dat is niet het gevolg van hernieuwbare energie. Je kan moeilijk zeggen dat dat het gevolg is van hernieuwbare energie. In België, we hebben hier ongarme 8% van onze energie die op hernieuwbare basis wordt geproduceerd. We zitten met een probleem van bevoorradingszekerheid. Ook daar kun je niet de steen werpen naar hernieuwbare energie. Daar zou je de steen moeten werpen naar nucleaire energie vandaag. Als we het vandaag hebben over intermitterende capaciteit, dan moeten we het niet alleen over zon en over wind hebben, maar ook over kernenergie. Dat is ook intermitterende capaciteit geworden. Ja. En dat maakt ons inderdaad op dit moment, en dit al sinds september, structureel afhankelijk van het buitenland. Als er nog één ding fout gaat deze week, en er valt nog een extra kerncentrale uit in België, dan hebben we een gigantisch probleem. Een gigantisch probleem. Is de oplossing hernieuwbare energie? Deels natuurlijk. En zal hernieuwbare energie ooit in staat zijn om 100% van onze energiebehoeften in te vullen? Ik hoop van wel, maar ik kan ook niet zeggen wanneer dat zal zijn. Alleen kan ik zeggen, en dat is de ervaring die me dan leert, dat het veel sneller kan gaan dan wat we hier vandaag allemaal bevroeden. Er zijn een aantal evoluties gebeurd, technologisch, maar ook markteconomisch, die gemaakt hebben dat we plotse omschakelingen hebben gehad die plotseling bepaalde technologieën marktconform maken of zelfs zeer competitief maken. En ik kan opnieuw verwijzen naar het voorbeeld van zonne-energie. Er is natuurlijk het verhaal over de oversubsidiering die er een tijd lang is geweest en die factuur die we een tijd lang zullen meedragen. Maar vandaag is zonne-energie, als je appelen met appelen vergelijkt, een nieuwe installatie met een andere nieuwe installatie, dan is er niets goedkoper om stroom te produceren dan met zonnepanelen. Akkoord, je hebt niet altijd zonne-energie voorradig, maar in combinatie met steeds verdergaande mogelijkheden naar opslag en inzetten op demand response management, ga je ook zien, wellicht, dat we binnen dit en een aantal jaren zonne-energie met opslag opnieuw competitief is ten opzichte van de klassieke productietechnologieën die er zijn. En tenslotte wil ik nog eindigen met onmiddellijk ook te nuanceren en te zeggen, ik ben ervan overtuigd, er is nog heel veel potentieel voor zonne-energie in Vlaanderen, maar dat potentieel is onvoldoende om onze zware petrochemie te laten functioneren natuurlijk. Daar ben ik het uiteraard ook mee eens. Ja, alles kan, hè. Ten andere, het cijfer is perfect juist. Hè. Minder dan 10% van de elektriciteit in dit land wordt geproduceerd via hernieuwbare energie en dat moet naar omhoog, dat is absoluut. Kan 100%? Ja, 100% dat kan. Maar het is allemaal een kwestie van hoeveel mag dat kosten? Dat is een maatschappelijke beslissing. En dan de tweede is nog belangrijker, wie gaat dat betalen? Hè? Want dat is natuurlijk de verdeling dan van de lasten. Maar nog even over de 8%. Dus er staat in dit land staat 6000 megawatt
kernenergieproductiecapaciteit. En er staat op dit moment meer dan 6000 megawatt, iets meer zelfs, aan wind en zon. Hè. Dus je ziet daar direct het grote verschil, dat een megawatt is geen megawatt. Ik wou daar toch op terugkomen, want dat is iets wat blijkbaar heel moeilijk in het publieke debat geraakt. Maar dat begrijp ik en, niet in een uur vandaag. Jawel, oké, soms heb ik daar mijn twijfels over, maar dat is mijn persoonlijke interpretatie. Maar in feite zie je daar dus, en dat is het punt ook waar ik naar refereerde, de stabiele bron voor een industrie is wel belangrijk. Er is veel... Je mag de industrie ook niet over één kam scheren. Er zijn processen in de industrie die flexibel zijn. Bijvoorbeeld als je spreekt over een elektrolyseproces, dat is flexibel. Maar flexibiliteit en demand-side response mag voor mij nooit een oplossing worden voor een structureel tekort aan elektriciteitsproductie. Want je gaat toch niet iemand die een elektrolysefabriek komen zetten van te zeggen, maak ze maar dubbel zo groot, dan kun je ze de helft van de tijd laten stilliggen om daarmee te kunnen meespelen op de markt van demand-side response. Dat is toch te gek om los te lopen. Uiteindelijk moet je ook wat men noemt de systeemkost bekijken voor een hele maatschappij. En dan wil ik misschien nog met één zaak afsluiten over kosten, want ik heb gezegd, ingenieurs zijn nodig, maar er zijn zeker even goed economisten nodig. Ik denk dat we moeten kijken naar bijvoorbeeld het Duitse voorbeeld. Wordt dikwijls gezegd, oké, het Duitse voorbeeld. Duitsland is een voorbeeld voor mij. Maar Duitsland is vooral een voorbeeld voor mij omdat men een duidelijke visie heeft, omdat men gezegd heeft, daar gaan we naartoe en die lijn willen we aanhouden. Men corrigeert ook in Duitsland. Het is niet meer de energiewende van 5 jaar geleden. Men heeft een aantal dingen beperkt. Maar men mag niet vergeten wat de maatschappelijke kost daarvan is. Hè. De cijfers zijn zeer duidelijk voor vorig jaar. Vorig jaar heeft de Duitse overheid heeft aan subsidies betaald voor de productie van groene elektriciteit 26 miljard euro. Nu, dat is een economie van meer dan 3000 miljard euro. Dus dat is dan al nog maar minder dan 1%. Dan kun je zeggen, oké, het is draagbaar. Nuancering daarbij. U weet dat in Duitsland, en u relativeert dat een beetje, u kunt alles relativeren, maar het verschil in de basisprijs voor elektriciteit tussen Duitsland en België, dus die competitiviteitsnadelen, dat is voor een bedrijf zoals Nirstar, Nirstar hier in Vlaanderen, hè, dus dat betekent voor Nirstar een verschil van 10 miljoen euro extra kost. Hè. Als je weet dat Nirstar België in de orde van grootte van 2-3 miljoen euro netto winst maakt, dan begrijp je dat dat wel een gigantische impact kan hebben voor een ondernemer. Maar ik vergelijk nu even nog die 26 miljard subsidies die betaald zijn door de overheid aan groene producenten, in essentie wind en zon. Ik ga u ook zeggen wat dat de economische waarde is van de elektriciteit die geproduceerd is in Duitsland. Dus Duitsland heeft een kleine 30% vorig jaar geproduceerd aan hernieuwbare energie. Die 30% vertegenwoordigt 1 miljard euro. Dus we moeten goed nadenken waar we mee bezig zijn, waar we juist in investeren. En ik wil dat met één puntje afsluiten. Dat is goed onderscheid blijven maken. Waar zitten we in een technologie die nog in ontwikkeling is? En op welke basis maken we juist de keuzes? Met welke implicaties op het vlak van de toekomstige kosten? Ik denk dat zowel Duitsland als België, vooral op het vlak van vroege introductie van zonne-energie, massale vroege introductie van zonne-energie, ons lesje daar zouden moeten bij leren of geleerd hebben. Meneer Polvliet wou reageren, maar Frank ook. Ja, ik wou nog eens even inderdaad terugkomen ook op het luik flexibiliteit, zoals Luc het ook aanhaalt. Ik ga misbruik maken van het publiek inderdaad, dat grotendeels inderdaad uit ingenieurs bestaat en dus inderdaad graag met cijfers omgaat. Laten we zeggen, door de band vandaag, als je 10% van je piek, en dus de piek in België is ongeveer 14.000 megawatt, hè, dus hetgeen dat we ongeveer als piek vragen hebben allemaal samen, als je daar 10% van je flexibiliteit steekt, dan vandaag al, dan zie je bij de beste van de klas. We zitten in België aan 1600 megawatt al vandaag. Dus dan 11-12%. Dus we zitten daar al een stuk boven. En ik denk inderdaad niet dat je aan de industrie in zijn huidige en zijn vorm van morgen kan vragen, leg nu in de winter bijvoorbeeld een week stil. Dus daar moeten we over nadenken. Daar moeten we echt fundamenteel over nadenken. En het is hier al gezegd geweest door de vorige sprekers en het volgende panel zal daar wellicht ook op dezelfde manier op inkomen. Het is geen eenzijdig verhaal meer, het is een en-en verhaal. Ja, zon, ja, wind, ja, biomassa, dan waarschijnlijk met het accent op lokaal. Ja, geothermie, ja, opslag lokaal, decentraal en globaal. Maar hetzelfde geldt ook voor backup-capaciteit. En ik geloof er persoonlijk niet in, alleen daarnet ook de off-grid-discussie. Laat ons in godsnaam die netten zo goed mogelijk houden om die uitwisselingen te doen en naar het economische optimum zorgen en ervoor zorgen dat er inderdaad hier en daar dan units staan. En er staan er al veel vandaag. Laat ons misschien erover nadenken dat we ze best vandaag niet sluiten, om dan morgen aan het 3
dubbele van de kost terug te moeten opbouwen. Laat ons die nu eens nadenken van, God zeg, we hebben ze. Laten we die piekcentrales behouden, die backupcapaciteit behouden. En dan gaat de systeemkost, en dat is belangrijk, zowel voor de huishoudens als voor de industrie, gaan we de systeemkost zo laag mogelijk houden. En dan gaan we dat direct naar hernieuwbare energie kunnen voortzetten. En dat is voor mij de essentie vandaag van het betoog. Jongens, houd het inderdaad betaalbaar. Meneer Polsvliet. Ja, inderdaad, misschien te veel woord en wederwoord gaan doen in dit debat, want ik wil toch nog even aanstippen dat ik vind dat we met onze Vlaamse industrie hernieuwbare energie, en ik zeg niet dat dat te veel gebeurt, maar de hernieuwbare energie is zeker niet de vijand van de Vlaamse industrie. Integendeel, ik denk dat de Vlaamse industrie moet opgeroepen worden om die hernieuwbare energie te omarmen en in te zetten op technologieën en technologieverbetering, waar trouwens de Vlaamse industrie ook heel sterk in is. Bedrijven zoals Umicore zijn absoluut heel sterk bezig met onder meer batterijopslag en dergelijke en recyclage van componenten uit zonnepanelen en dergelijke. We hebben op het vlak van technologische ontwikkelingen in Vlaanderen al heel wat baanbrekend werk gedaan, onder andere bij IMEC. Dus wat dat betreft zijn we daar eigenlijk wel toonaangevend. We hebben in Vlaanderen op vlak van zonne-energie de grootste ervaring met het plaatsen van zonnepanelen op daken. Daarvoor zijn we min of meer wereldvermaard, maar dat is echt zo. Ja. Je glimlacht, Frank, maar ik spreek uit de praktijk. Ja. We worden zelf als studiebureau gevraagd om in Nederland due diligence te gaan doen van zonneparken. Dat is toch maar het kleine Vlaanderen dat presteert om naar het buitenland die know-how en kennis te gaan uitdragen. Ik wil het heel even kort, als ik mag, hebben over technologische ontwikkelingen. En de minst zichtbare, maar meest spectaculaire technologische ontwikkeling die zit, en ik herhaal het tot treurens toe misschien, die zit duidelijk in zonne-energie. Als je kijkt wat 5 jaar geleden de standaard was op het vlak van efficiëntie van zonnepanelen, dan zat je aan ongeveer 12%. Op 5 jaar tijd is dat naar standaard op de markt 16-17% geworden. Dus dat is een verhoging met ongeveer een derde tot een vierde zelfs. Je kan vandaag zonnepanelen kopen met een efficiëntie van 22%. Dat is een niet zichtbare, maar technologische verbetering waar ook de Vlaamse onderzoekscentra hun steentje hebben toe bijgedragen. En dat zijn dus net de sterke punten waar we hier in Vlaanderen heel goed mee scoren en waar we ver moeten op inzetten. Dus die keuze die ook de Vlaamse regering maakt om daar volop op in te zetten, vind ik een heel verstandige keuze. Te meer dat we dakoppervlakte in overvloed hebben in ons dichtbebouwd Vlaanderen natuurlijk. Mevrouw Peersman, het Vlaams overheidsbedrijf gaat al die daken volgen met zonnepanelen van de Vlaamse overheid? Ik denk zonnepanelen ja, hè. Maar wat ik er eigenlijk ook nog wel aan toevoegen, hè. We hebben het een aantal keren gehad over het en-en-verhaal. Hè. Het zijn zonnepanelen, het is wind, het is biomassa. Het zal evengoed opslag zijn, het zal evengoed interconnectie zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we nadenken van waar willen we uiteindelijk naartoe. Hè. En dat we die klimaatdoelstellingen voor ogen houden en dat we dan een aantal scenario's gaan uitwerken. En ons dan de vraag stellen, wat is nu het economische, het technische, het energetisch meest efficiënte scenario, die gevolgen gaan kwantificeren en dan voor die keuze gaan. Ik denk dat ook onze maatschappij, onze bedrijven nood hebben aan stabiliteit. En dan, ik hoor het meneer Sterks ook zeggen, we zullen moeten bijsturen, maar als we weten welke richting dat we uitgaan, ja, dan gaan we ook veel verder geraken als maatschappij. En de technologische evolutie zal ons helpen. En zon, daar geloof ik ook in, zal daar een belangrijke technologische evolutie mogelijk maken, maar er gaan ook andere technologieën opduiken. Om af te sluiten met een olifant in de kamer, dus zon en wind op zichzelf is niet voldoende. Als je een grote stabiele bron nodig hebt en die heeft industrie nodig, dan moet daar iets bij komen. Wat daarbij komt, dat is een maatschappelijke discussie, maar ik hoop dat men ook rekening houdt met de kosten daarvan voor de maatschappij en natuurlijk in eerste instantie voor de gebruikers, de industrie. Kan je ook naar een tweedeling gaan waarbij de industrie zich nog op grootschalige basis bevoorraadt? En eigenlijk alles wat particulier KMO's meer decentraal zich bevoorraadt. Dat is een scenario dat Ronnie Belmans van Energyville al eens naar voren lanceert.
Dat is een idee dat circuleert. We staan daar, denk ik, ver vanaf, want er is natuurlijk ook een, of er was een voordeel van het combineren van die verbruiksprofielen. Ja, vermits we grotendeels ingenieurs zijn, weten we ook dat de efficiëntie van apparaten meestal toeneemt met hun omvang en niet omgekeerd. Hè. Dus kleinschaligheid is mooi, maar specifieke verliezen van kleinere toestellen zijn groter dan die van groot. Dat is een thermodynamische wetmatigheid. Maar van goed, dit even terzijde geschoven. Ik denk dat dit een scenario is, vooral als we kijken naar dat inderdaad de zon schijnt overdag en dan het residentieel gebruik groter is. Met wind heb je dan wel een beetje een probleem, want wanneer gaat het dan waaien? Maar een gigantisch probleem is opslag. Hè. Dus opslag of misschien in een overgangsfase, ik denk dat daar terecht naar verwezen wordt, gasgestookte centrales. En zoals sommige andere landen, want wij hebben hier wel in een groot deel van West-Europa niet helemaal het nucleaire afgeschreven, maar sommige andere landen nemen duidelijk als optie, ook naar vermindering van CO2-uitstoot, de nucleaire optie voor een stuk is een deel in het verhaal van Engeland, van Frankrijk, van Zweden, van Finland, van China. Enfin, er zijn veel landen die het stuk nucleair ook inpakken als een stuk van de oplossing. Dat is een maatschappelijke discussie. Ik ga u het laatste woord geven, want ik zie u nog. Oh ja, maar dat is misschien onderwerp van het volgende debat. Maar ja, ik kom eigenlijk terug op die kostprijs. En dan verwijs ik ook naar wat u zegt. Als we kostprijzen met elkaar gaan vergelijken, dan is nucleair niet de goede keuze. Kijk naar wat er gebeurt in Finland, kijk naar wat er gebeurt in de UK. Dan is dat net niet de goede oplossing, natuurlijk. Je hebt alleen maar een vaststelling gemaakt. Ja. We zijn ik dus ook. We rollen inderdaad al in het volgende debat. Ik zou zeggen, hartelijk dank, heren Sterks, Paul Vliet, Schoonakker en mevrouw Peersman. Geef ze een hartelijk applaus. Goed, voor het volgende debat roep ik alvast meneer Jurus, meneer Griffroy, het zijn allemaal heren nu, meneer Schiltz en meneer Botuinen op het podium. En we gaan ondertussen een volgende stelling starten. De vrijgemaakte markt verhindert de sluiting van de kerncentrales. We sluiten redelijk goed aan op het waarmee we zo net zijn geëindigd. Voor duidelijkheid, als u het ermee eens bent met die stelling, dan zegt u ja A en anders B. Dus de stelling, de vrijgemaakte markt verhindert de sluiting van de kerncentrales. Dus we zien daar een, ja, toch een redelijk twee derde naar drie vierde meerderheid. Ja, en nu terug naar twee derde meerderheid neigende niet-akkoordstelling. Dus de vrijgemaakte markt verhindert die sluiting helemaal niet. We pakken dat mee voor het debat Sevens. En we gaan ondertussen naar twee filmpjes kijken. Er is een vraag van meneer Van Kouwenbergen en van meneer Klaasens. Ik weet niet welke van de twee het eerst komt. Wim Van Kouwenbergen. Nee. Toch niet. Volgens de Belgische netbeheerder Elia is de huidige productiecapaciteit van duurzame energie 7000 megawatt. En 2019, dus 3 jaar later, plant men een productiecapaciteit van 10.000 megawatt. Dus een toename van 3000 megawatt, waarvan 1800 van wind en 600 megawatt van zon afkomstig zijn. Zon en wind zijn echter wisselvallig. Windturbines leveren gemiddeld slechts 1/3 van hun productiecapaciteit. Zonnepanelen leveren gemiddeld slechts 1/10 van hun piekvermogen. De capaciteitstoename is dus gemiddeld geen 3000 megawatt, maar 1260 megawatt na 3 jaar. 5 jaar later moeten de kerncentrales verdwijnen. Het is te zeggen min 6000 megawatt en vervangen worden door duurzame energie. Gaan we dat gat
van 6000 min 1260 echt in 5 jaar kunnen dichten. Ook de wisselvalligheid in de energieproductie van windturbines en zonnepanelen is een probleem. Het intelligente netwerk met energiebuffers om die variaties op te vangen is er nog niet. En de kost ervan is onbekend. Mijn vraag is dus, wat is het plan B? Die nemen we dus mee. De vraag die ik me stel is eigenlijk de haalbaarheid van de kalender rond de kernuitstap die momenteel voorligt. Er is momenteel voorzien dat we op 3 jaar tijd 6000 megawatt aan kernenergie gaan sluiten. En ik stel mij vragen bij de haalbaarheid daarvan. De impact op de onafhankelijkheid van België voor zijn energiebevoorrading, de impact op de toename van CO2-uitstoot die we volgens mij daardoor gaan krijgen, omdat we gaan importeren bijvoorbeeld uit steenkoolcentrales in Duitsland. De impact daarvan op de prijs van de elektriciteit en ik vraag mij af of dat rationeel gezien wel een goede keuze is. Internationale organisaties zoals het Internationaal Energieagentschap hebben al gezegd dat dat volgens hen niet haalbaar is en een slechte keuze is. En ik vind dat, dat er een taboe rond is dat meer gestoeld is op emotie en weinig op rationele argumenten. En ik wil graag jullie mening daarover. Dat is in elk geval duidelijk. Ik ga even de panelleden voorstellen. Voor links vanuit het publiek, Andries Griffa, industrieel ingenieur. Hij begon in 1994 een eigen energieadviesbureau. Als algemeen secretaris van de N-VA was hij nauw betrokken bij de oprichting van het Vlaams energiebedrijf. Parlementslid in het Vlaams parlement sinds 2014. En bestuurder bij Infrax en Fluxys. Naast hem Willem Frederik Schilds, studeerde rechten. En sinds 2007 in het federaal parlement, waar hij onder andere de subcommissie voor nucleaire veiligheid leidde. En in 2014 verhuisde hij naar het Vlaams parlement, waar hij klimaat- en energie-expert is. Naast hem André Juris, momenteel gedelegeerd bestuurder van hernieuwbaar energiebedrijf NPG Energy. Na een carrière in de telecom bij Telia Sonera, Belgacom en KPN Mobile. En als stichter in de energiesector van Watplus, de eerste uitdager eigenlijk op de Belgische energiemarkt. En dat werd later overgenomen en geïncorporeerd door Essent. En tenslotte Robrecht Botuyne, het oudste dienende Vlaamse parlementslid in het panel, want hij zit er al sinds 2009. Hij is er onder andere eerste ondervoorzitter voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen en daarnaast ook schepen in Kruishoutum. Heren, hartelijk welkom. Dank u. Ik ga gewoon beginnen met... De vraag van Hugo Klaasens, wat is plan B? Meneer Botuyne. Ik vind het een vreemde vraag, niet technisch, maar plan A is gewoon nooit gemaakt. Dus ik vind het wat vreemd om al meteen te beginnen over plan B. We hebben onder andere op aangeven van meneer Polvliet in 2002-2003 die wet op de kernuitstap gehad, maar er is nooit... een goed plan gemaakt om die kernuitstap effectief te realiseren. Vandaar dat wij zowel in het federaal als in het Vlaams regeerakkoord hebben ingeschreven dat er een lange termijnvisie moet ontwikkeld worden. Die moet uitmonden in een energiepact, gedragen door heel wat stakeholders, om ervoor te zorgen dat die lange termijnvisie er is, dat er extra investeringen, want die zijn zeker nodig, in productiecapaciteit kan losgewerkt worden, dat ons net wordt aangepast enzovoort. Dat heel het beleid eigenlijk op die visie kan afgestemd worden. Niet alleen het Vlaams beleid of het federaal beleid, maar al die beleidsmakers samen vanuit die ene gedeelde visie. Nu, we waren hoopvol in 2014 toen we dat inschreven in het regeerakkoord. We hadden ook 2 liberale ministers van energie, één federaal en één Vlaams. We dachten dat gaat heel vlot met elkaar communiceren. Dat blijkt niet zo evident te zijn. Vanuit het parlement proberen we dat wat aan te jagen. We hebben samen kamerbreed vorig jaar al een resolutie gemaakt over hoe dat energiepact moet tot stand komen. Beginnende vanuit Vlaanderen met een visie op hernieuwbare energie en energieefficiëntie.
En dan uiteindelijk uitmondend in een interfederaal pact. En vorige week hebben we in het parlement nog een opnieuw kamerbrede resolutie goedgekeurd rond hoe dat we de klimaattransitie en energietransitie gaan aanpakken. En ook daar zijn een aantal heel belangrijke uitgangspunten in gedefinieerd, zoals de kernuitstap voor die oefening die moet gebeuren om tot die lange termijnvisie te komen over onze energiebevoorrading. Meneer Riva. Ik denk dat de eerste vaststelling dat we in 2003 heeft men iets beslist en daarna is men gestopt met beslissen. En als je dan de rekening houdt dat een energietransitie gemiddeld 25 jaar duurt, en als je dan rekening houdt dat we inderdaad nu sinds een paar maanden gestart zijn met de energietransitie, dan zijn we weg tot 2040, eerder dat de energietransitie rond is. En ik dacht dat het was in 2010, misschien dat er nog mensen in deze zaal daar ook bij waren, was het de Elia-werkgroep die wou een zinnetje toeleveren aan de regeringsonderhandelaars omtrent wat moet dan, of hoe zal de toekomst er moeten uitzien. Die slotvergadering was hilarisch. We kwamen niet tot één zin. En daar waren heel veel ingenieurs in de zaal. En ik ben zelf ingenieur, en dus als mij dan zou zeggen, moeten dat allemaal ingenieurs zijn die het energiebeleid bepalen, dan zou ik zeggen, op basis van dat, niet. Ja. Want daar schijnt dan plots, iedereen heeft dan zijn eigen theorie enzovoort. Maar wat stellen we vast? Elia, die zegt zelfs, wij zitten met een verlaagd verbruik, transport, op het transportnet. Maar hoe komt dat? Dat komt omdat er op het middenspanningsnet er heel wat aan het gebeuren is dat Elia in principe niet ziet. Ja? En dus daar dan conclusies gaan trekken dat we in de toekomst misschien minder stroom zullen nodig hebben of niet, is totaal fout. Integendeel, tegen 2050, volgens internationale experten, voorziet men eigenlijk dat het primair energieverbruik wel zal dalen met ongeveer 40%, maar dat mijn elektriciteitsverbruik zal stijgen met 60%. En dus met andere woorden, mijn korte termijn problematiek dat ik heb, van zijnde wat doen we in 2023 tot 2025, wordt eigenlijk in principe in 2050 nog veel groter. En als u mij dan heel eerlijk vraagt, wat moet u dan doen in 2020, wat is uw plan B? Ja, durf het dan ook zeggen, maar er zijn nog altijd twee kerncentrales die volgens mij perfect minstens 10 jaar langer kunt openhouden, zijn het Doel 4 en Tihange 3. Tenzij dat men inderdaad beslist van het risico te nemen, maar dat vind ik een risico dat in principe ten overstaan van ondernemers en industrie onmogelijk kunt nemen. Meneer Jurres, mogen ze dat risico nemen? Ja, wel, ik moet me al excuseren voor mijn misschien andere stellingname. Ik ben niet actief in de politiek. Hè. Ik ben hier omringd door politici. Ik ben investeerder en ik heb ook het genoeg om sinds het begin van de liberalisering erbij te zijn. En in mijn vrije tijd heb ik ook wat studies gemaakt die ik belangeloos aan diverse politieke partijen gegeven heb. Om uit te rekenen, volledig belangeloos, ik ben heel lobbyist. Hè. En heb ik toen uitgerekend wat de kerncentrales toen opbrachten aan de oude dame. Hè. Ik ga de naam niet noemen, dat bedrijf is gekend. En toen zijn ze ook van hun stoel gevallen. En nu gaat u weer van uw stoel vallen, want al hetgeen dat hier gezegd wordt, is voor de bühne. Want in mijn zoektocht naar mensen met visie, in de wedstrijd ben ik jammer genoeg niemand tegengekomen. Moet in de Hertogstraat. Ja, ik weet het. Ik moet dat ook eerlijk toegeven. Ik juich jullie resolutie van 2 weken geleden dan ook enorm toe. Dit zijn de lichtpunten in de politiek die inderdaad verder denken dan vandaag. Maar ik moet jammer genoeg concluderen dat in de wedstrijd, welk nummer dan ook, dat het energielicht daar nog niet is uitgevonden. Ik zeg dat nu wel al lachend, maar dat is jammer genoeg trieste waarheid. Ik ben er ook van het begin bij geweest. Ik probeer ook af en toe nog een Don Quixote-missie naar Brussel te doen. Het wordt steeds moeilijker om mij daarvoor te motiveren. Niet omdat ik niet naar Brussel wil gaan, maar ik raak er gewoon niet meer. Dus ik denk dat we toch nog iets of wat andere problemen hebben. En dan kom ik kijken aan mijn stelling. Men is hier heel vakjesgericht aan het denken. Hè. En ik begrijp dat ook vanuit de industrie, dat ze basislastenergie nodig hebben. En dat hebben we vooral ook echt morgen ook nodig, aan een betaalbare prijs. En kernenergie, dat is een moeilijk gegeven. Eén, inderdaad, het is quasi onbetaalbaar om te bouwen, maar dat is nog niet zo heel erg.
Want als je de echte kost van een gascentrale zou doorrekenen, of een kolencentrale, ik wil u toch iets meegeven, de Verenigde Naties en de energieafdeling heeft dat daar uitgerekend, wat de echte kost zou moeten zijn van een ton CO2. He, daar kwamen ze tussen de $150 en $180 per ton. En als je dat op de economie zou loslaten, dan hebben we ook een klein probleem. Dan hebben we geen economie meer. Dus maar toch even om te zeggen dat we moeten stoppen met vakjesdenken. Hebben we nog kernenergie nodig in België na 2023? Wel, iedereen weet daar het antwoord al op, dus daar hoeven we dan ook niet meer mee bezig zijn. Ja, we hebben nog kernenergie. We hebben geen beleid, we hebben geen A, geen B, geen C-beleid. Dus wat dat betreft, die kernencentrale die gaan nog veel langer open zijn dan 10 jaar. Dat kan ik u nu al zeggen. We gaan ze nooit toedoen. Nee, wacht. Ik zal u zeggen waarom. Het is zo triestig gesteld, want ik heb net een week in Wenen gezeten met de big boys hè, van de energiesector. Ik heb het voorrecht om daar voorzitter van te zijn ieder jaar. En eigenlijk zijn ze doodsbang. Niemand wil een kerncentrale toedoen. En we weten allemaal waarom hier. Daar hebben we bijzonder weinig ervaring mee. En eigenlijk weten we niet wat dat gaat kosten. En eigenlijk is het veel goedkoper om ze te draaien te houden. Er is ook helemaal niets verkeerd mee. Er is geen reden waarom een kerncentrale, zoals een vliegtuig, niet 60 of 80 jaar zou kunnen opengaan. Maar je moet natuurlijk wel blijven investeren. En daar heeft de huidige eigenaar van het bedrijf het een beetje moeilijk mee. Kernenergie zou dus niet in handen moeten zijn van privébedrijven en al zeker niet van buitenlandse privébedrijven. Misschien toch nog even iets zeggen over onze grote industrie. Want het getal is zelfs nog meer dan wat luxe, hè. Het verbruik van onze industrie, maar dat zijn wij wel, hè, die produceren voor ons, hè, want dat is geen apart beest. Dat is groot, dat is meer dan de helft van de elektriciteit die wij in België verbruiken, als je door gaat rekenen. Maar wat nog belangrijker is, is dat onze elektriciteitsbehoefte naar de toekomst toe nog enorm gaat stijgen. En zelfs meer dan de 60% die ik hoor. Ik heb net een getal gekregen van de grote jongens in Wenen. In Duitsland zit men nu al aan 90 gigawatt, maar daar zijn ze nog nergens mee hun groene stroomverbruik. Maar als je tot België gaat extrapoleren, dan gaan we van 15 gigawatt naar 45 à 60 gigawatt. Nee, dat zijn enorme stellingen. Zeg, hoe kan dat? Dat is toch niet waar? Zeg, ja, maar we gaan onze 90 miljoen vaten per dag ook moeten laten verdwijnen. Dus mobiliteit, verwarming en alles wat wij doen in de wereld, dat moet allemaal duurzaam worden. Dat moet allemaal CO2-vrij worden. Want we moeten vooral gaan sturen op CO2-vrij. En daar heeft kernenergie nog een toekomst. Het probleem is alleen, we hebben de kennis en kunde verleerd om kerncentrales te bouwen. Want met alle respect van de voorbeelden die ik nu hoor in Flamanville of in Helsinki, allee, of in Finland, en ik ken mijn Finse broeders goed. En nog garme EDF, hè. Heb je die met knikkende knieën zien staan? Die willen helemaal niet aan Hinkley Point beginnen, hè. Ik bedoel, die staan daar niet met dol enthousiasme. Ik weet niet of je die drapeaus hebt gezien, maar daar stond niet op, joepie, hè. Daar stond iets helemaal anders op, hè. En dat zijn dan nog maar EPR-3'tjes. En dan roepen de mensen al te dromen van EPR-4'tjes. Wees realistisch. We gaan onze kerncentrales nog decennia lang openhouden. Want we hebben sowieso geen alternatief beleid. En degene die mij als gek verklaren, ja, dat mag ook. Ik heb niet zo heel veel vrienden in de sector, denk ik. Maar dat is ook niet nodig. Hè. En het is zelfs nog erger. Duurzame energie in Vlaanderen heeft het op dit ogenblik zeer moeilijk, hè. Want ik hoor dat hier graag zeggen, ik investeer zelf. En ik heb 10 maanden geleden al gezegd, ik heb een aantal investeringen gedaan. Dus ik ben onder andere de grootste biogasuitbater. Dat was ook een soort Don Quixote-emissie. En 10 maanden geleden heb ik al gezegd, van toedoen al die centrales. Die draaien alleen zwaar verlies. Dus waarom zouden dat... Dus alles is nog niet roze geur en maneschijn. Hè? Maar ik kan nu stoppen met praten, want en ik ga niks meer zeggen. Maar ik vond het zo leuk om al die politici te doen zwijgen. Ik denk van, ja, tjaka! Sorry, Andries. Sorry, Frederik. Sorry, ook. Ik kan mijn mond Meneer Schiels. We hebben twee liberale ministers van energie. Ja, enfin, die minister... Industrie zit op zijn gat. Ik ben er zeker van dat als meneer Juris de federale minister van energie was geweest, dat het veel beter was. Nee, daar ben ik echt oprecht van overtuigd. Ik heb ook mijn bedenkingen bij het liberaal gehalte van die minister. Dat is een zware teleurstelling. Maar ik ben het niet helemaal eens, absoluut wel met uw stijl, en om de politici een stevige schop onder de kont te geven, want het is inderdaad wel wraakroepend. Er is één moment van even visie geweest. En dat was met het begin van het paars groen. We sluiten kerncentrales, dat is ruim op tijd, en we beginnen eraan. Helaas...
Is er dan een subsidiedebakel opgevolgd en hebben we daar aan de noodrem moeten trekken? Hebben we, met biomassa moeten we nu ook weer aan de noodrem trekken? En is het gekwakkel over al dan niet, misschien wel nog kernenergie, misschien wel langer, misschien ook niet, dat is dodelijk. Als je beslist, dan moeten die beslissing nemen, zodat investeerders weten, als ik vandaag begin te bouwen, dan is er over 10 jaar een markt. En dat weet vandaag niemand. Dus natuurlijk gaat niemand miljarden pompen in energiebedrijven vandaag. En natuurlijk moeten we ze dan langer openhouden. En dat is een self-fulfilling prophecy, dat is een sneeuwval, dat blijft alsmaar duren. Ik ben het er niet mee eens dat het alleen maar zo kan. Als u zegt, ja, hernieuwbare energie heeft het heel moeilijk. Natuurlijk. De prijs vandaag in België wordt gezet door afgeschreven kerncentrales. Dat is ook niet competitief. Als je de reële kostprijs van nucleaire energie zou gebruiken om de prijs te zetten, dan is het voor hernieuwbare energie wel veel rendabeler. Bovendien, je zit inderdaad met die gijzeling van de hoeveelheid energie, elektriciteit die we nodig hebben. Natuurlijk kan ik vandaag niet zeggen, we sluiten die kerncentrales en het zal wel lukken. Er zal wel plots een installateur uit Zichem, Zussen, Bolder nog wat extra paneeltjes bijbestellen en het komt in orde. Dat weet ik ook wel. Maar het is exact die gijzeling die ons tegenhoudt en die mij ervan overtuigt dat die uitstap er wel moet komen. Een kerncentrale, dat regelde niet meer wat bij of wat meer. Er kan niemand zeggen, oh, mijn windmolens draaien nu vol een bak. Ik ben super competitief. Die kerncentrales moeten nu maar wat dimmen, zodat mijn stroom op net kan. Dat gaat niet. Die blok elektriciteit zit op het net of zit niet op het net. Dus je hebt nooit concurrentie. De vraag hier is, de vrijgemaakte markt verhindert de sluiting. Nee, het is een gebrek aan vrijgemaakte markt, aan voldoende liberalisering, aan voldoende concurrentie die het tegenhoudt. En ik ben geen energiespecialist, dus ik ben geen ingenieur. Ik ben ook geen econoom, ik ben jurist. Maar ik loop er nu al wel even in rond en je ziet een aantal dingen. En een van de moeilijkheden is inderdaad de afstand of het tijdsinterval tussen een prijssignaal en een investering. In een normaal hypercompetitieve markt, dan is dat heel kort. Als er in een dorp geen bakker is en de prijs van het brood begint te stijgen, dan begint hij in een bakkerij, want je weet, dat is interessant, kan je goed mijn brood verdienen. Maar in energie is dat niet. En de politiek heeft jarenlang alleen maar ervoor gezorgd dat de reactiemogelijkheid op een prijsimpuls er niet is, verstoord. Voor een stuk wordt die prijs dan ook helemaal krom getrokken door allerlei subsidiemechanismen, zodat geen enkele zinnige economische mens of ingenieur, van een ingenieur, als hij maar alleen aan de technologie denkt, allicht wel, maar geen enkele zinnige economist een bedrijf vandaag in de energiesector wil lanceren. Bon, hoe hebben we dat voor een stuk geremedieerd? Want er zijn wel remedies. Er is wel een plan B, collega Botuinen. We staan stijf van de gesubsidieerde reservecapaciteit. Dus onze bevoorradingszekerheid, daar doen we wel iets aan. Want OWOW, er staan 5 artikels in het laatste nieuws dat het licht uitgaat en dat we niet meer gaan mogen strijken om 7 uur 's avonds. En Margem kruipt in haar pen om vooral nog een paar extra honderden miljoenen aan gascentrales te pompen. En ze denkt er zelfs aan om nucleaire centrales ook in de strategische reserve te steken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Ik wil nog wel eens zien dat je een kerncentrale plots gebruikt om in het geval van een blackout om terug een cold start-up te doen. Dat zal goed lukken. Waar ik wel in het vorige debat ook een beetje van geschrokken ben, en dat is een gevoel dat ik toch wel wil bestrijden, de bevoorradingszekerheid betekent niet dat wij in België 100% van onze eigen vraag moeten dekken. In welke tijd leven wij? Zie je naar de kleren die je aan hebt? Zie je met welke auto dat je naar hier gekomen bent? Zie je de technologie die hier in de Kamer aanwezig is? Dat is ook niet allemaal Belgisch. Ik dacht toch dat we ondertussen in Europa al net ver genoeg geëvolueerd waren om, ik zeg niet dat we 100% afhankelijk van onze buren moeten zijn. Hè. Het is, vertrouwen is goed en controle is beter. Studies van Elia wijzen erop dat ons systeem 50% import aan kan. Lijkt me inderdaad een groot risico. Maar ik heb er geen enkele moeite mee met 75% zelfbedruipend te zijn en voor 25% afhankelijk te zijn van energie uit het buitenland, als ze daar goedkoper is. Ja, als ze er is, natuurlijk als ze er is en als ze er goedkoper is. En daarom dat ik ook denk dat Europa daar een belangrijke rol in heeft te vervullen. Backup capaciteit die je in een transitie altijd zult nodig hebben, is alleen betaalbaar als je die een stuk solidariseert. Niet alleen voor het Belgische, voor de Belgische markt, maar ook voor de markten rondom ons. Ik denk dat dat een heel belangrijke eerste stap is. Die transitie zal ook niet verlopen brusk. Ik heb daar net, u hebt gezegd, gascentrales, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. En dan hoorde natuurlijk, allee Schieltje, wat zeg jij nu? Je wilt klimaatdoelstellingen halen, je wilt hernieuwbare energie. En voor u is gas een tussenoplossing. Natuurlijk wel, open cycle, iets kleiner gedimensioneerde gascentrales die gekoppeld aan een warmtenet, met andere woorden gereduceerd de CO2 van de huishoudens of een stuk KMO-terreinen, die je dan weliswaar de lucht inblaast voor je energieopwekking, maar tenminste haalde er dan nog extra elektriciteit uit. En bovendien, het kan de markt creëren waarin dat hernieuwbare energie kan gedijen en op termijn
kan doorbreken. Maar als mijn collega Andries hier nog vaak blijft zeggen, ja, die kernuitstap, ik weet het niet, ja, ook daar gaan ook die gascentrales er niet komen. Het wordt hoog tijd om inderdaad een lange termijnvisie te lanceren en als politieke klasse te beslissen en stick to your guns en blijf bij uw woord. Ik zal het toch even met cijfers op antwoorden. Als we zeggen dat we tegen 2050 van ongeveer 12.000 megawatt gemiddeld naar 20.000 megawatt gaan, en dan wil ik uw cijfer volgen dat we 75% zelf moeten voor instaan, dan is 75% van 20.000 15.000 megawatt. Dat is zo net iets wat we nu ongeveer staan hebben, inclusief de 6.000 megawatt kerncentrales. Dus mij maak je niet wijs dat je ongestraft in 2023 6.000 megawatt uitschakelt. Om die volgende reden, Jochen de Smet die ondertussen vertrokken is, die zegt we hebben dit jaar zoveel windmolens opgestart, ja, maar dat is een procedure die 8 jaar geleden opgestart is. Dus met andere woorden, als ik er nog zoveel bij wil, is dat op basis van de procedures dat ik vandaag opstart die om in 2025 te kunnen draaien. Dat is juist hetzelfde met een biogas, met een gascentrale. U weet dat even goed, u zult zeggen ik bouw dat op 3 jaar, klopt, nadat u de grond heeft, nadat u de vergunningen heeft, nadat u alle toetsen en bellen erbij heeft. Ja? Dus met andere woorden, we moeten... Hey, voor mij is dat geen ideologisch debat. Dat gaat ook niet over het debat, ben ik politiek correct of niet correct. Maar ik ben wel liever feitelijk correct. En we moeten durven het debat aangaan met cijfers. En die zijn er eigenlijk, zeker op het middenspanningsniveau, onvoldoende aanwezig. Misschien beschikbaar vanaf 2019 via de MIG 6 van de distributienetbeheerders. Misschien even een lans breken voor een aantal goede voorbeelden, want ik kijk graag naar het buitenland. Wat ze daar misschien beter doen als hier. Ik neem dan mijn vrienden van Denemarken, Dong Energie, heb ik de Raad van Bestuur geadviseerd. En in 2010 zei Anders Eldroep tegen mij, wij zijn nu een kolenbedrijf, maar binnen 5 tot 10 jaar doen wij alleen nog, wij draaien onszelf volledig om en wij gaan volledig voor wind. Dat was een man met visie, want dat is 6 jaar geleden. Dat is een eeuwigheid in onze sector op dit ogenblik. Ik denk dat wat het ons ontbreekt, we hebben zeker kennis en kunde genoeg, maar we moeten keuzes durven maken. Nieuwe keuzes en dan ervoor gaan. Want wat ik als investeerder, of wat grotere bedrijven nog nodig hebben als investeerder, en ik heb vorige week een hele week met die hele grote rijke bedrijven samengezeten, is weten wat dat we wel willen. En dan vooral een klimaat en een regel en wetgeving, en daar is jullie rol heel belangrijk, creëren, waardoor er financiële middelen beschikbaar zijn, dan heb ik het niet over subsidie, maar dan heb ik het over burgerparticipatie via bijvoorbeeld energy bonds. We zijn in oorlog met onszelf, we zijn vooral in oorlog met het klimaat. En in de Tweede Wereldoorlog heeft meneer Churchill war bonds gecreëerd, anders had hij de oorlog nooit kunnen betalen. Wat wij nodig hebben zijn, je moet de bevolking erbij betrokken. En we moeten vooral investeren in onze eigen economie, met onze eigen keuzes. En zolang we dat niet doen, en dan liefst met ingenieurs samen, want dat moet onderbouwd zijn. Bottom-up, dus een detail. Energievisie, maar, dat is gemakkelijk, maar, dat kost niks. Strategie, dat is gemakkelijk, dat kost niks. Wat dat geld kost, is de onderbouw. André, het kan ook een keuze zijn dat je zegt, om mijn economie nog draaiende te houden na 2023, 2025, kan het ook een duidelijke keuze zijn dat je zegt, ik ga de 2 jongste centrales nog voor 10, 15 jaar ophouden. Dat is een duidelijke keuze in de weg naar uw transitie om inderdaad tegen 2050 in een totaal andere wereld te zetten. Maar 2023, hè, dat is wel geteld binnen 6 jaar. Maar je hebt groot gelijk, Andries. En sterker nog, hè, die keuze is al gemaakt. Maar je hebt gelijk gewoon. Ik kan niet keuze. Anders zeggen. En hij weet dat ik hem niet altijd gelijk geef. Maar dat hoeft ook niet. Ik zit niet in de politiek, dat is gemakkelijk. Ik denk ook aan een nieuwe politieke partij, maar dan wel een van despotisme of zo. Maar daar gaan we niet op beginnen. In de energiesector is dat nodig trouwens. Hè. Ik wil niks zeggen. Maar je hebt gewoon groot gelijk. Maar die beslissing is al lang genomen. Dus die 2 jongste, maar niet alleen de 2 jongste blijven langer open. Het is nog erger. Die anderen blijven ook open. En we zullen zien. Maar van het moment dat het licht hier uitgaat soms, en daar heeft Luc groot gelijk, wij kunnen ons imago, wij zijn een zeer sterk geïndustrialiseerd land. We zitten hier in Antwerpen. Dat is zowat het zwaartepunt van onze economie. In België, toch zeker energetisch. Dus wij kunnen ons niet permitteren om te zeggen van doe de gij straks het licht even uit. Allee, kom, be realistic. Dus wij gaan die kerncentrales nog nodig hebben. Maar we moeten wel, wat Frederik ook zegt, we moeten wel zeggen, ze gaan wel dicht, punt.
Maar we houden ze open zolang het nodig is. En we gebruiken die gelden die daaruit komen voor nieuwe investeringen. Want nu gaan die naar het Elysée, daar hebben we niks aan. Daar ben ik het wel mee eens. Ik heb die rekening een paar keer laten maken door PwC en BDO en zo. Mm-hmm. En iedereen, alle politici hebben die studies gehad. Hè. Dus, en gewoon belangeloos. Hè. Ik heb geen aandelen in Engie of hoe noemt dat bedrijf. U kan ze allemaal krijgen bij het buitengaan van de zaal. Wat dat betreft, maar toch heel belangrijk die keuze. En dat is, jullie spelen daar de politiek speelt daar gewoon een leidende rol, samen met de sector misschien. Maar zonder lobbyisten, hè. Geen beïnvloeders en geen belangengroeperingen. Maar je moet keuzes maken, zoals Dong Energie dat ook gedaan heeft. Niet omdat ze dat al onderbouwd hadden. Hè. Net zoals Kennedy, die zei in 61, ik sta voor 70 op de maan. Die wist ook niet hoe dat hem dat technisch ging doen. Punt aan de lijn. We hebben een vergelijkbare uitdaging, heb ik zo de indruk. We moeten de timing een beetje in de gaten houden. En ik wil ook nog ruimte hebben voor vragen uit het debat. Meneer Botuinen, u wou ook nog reageren. Ik ga u dan het laatste woord geven en dan gaan we over naar vragen uit de zaal. Ik wil heel graag reageren op het debat. Ik luister ook graag naar André. Niet alleen inhoudelijk, maar ook qua stijl is dat fantastisch. Maar misschien moeten we een aparte avond organiseren voor hem. De tijd is wat te kort om hem volledig los te laten gaan. Ik wil kort reageren op het debatje daarnaast met Andries. We hebben als parlement 10 dagen terug een tekst gestemd waarin staat dat de kernuitstoot met 25 het uitgangspunt is voor een oefening om te komen tot een energievisie en energiepact. Het is natuurlijk heel moeilijk. Het is de huidige besliste kernuitstap. 2025 sloes moet het uitgangspunt zijn voor de oefening die we moeten maken. Die oefening wordt nooit gemaakt en wordt ook nooit serieus genomen, omdat er altijd weer mensen opstaan die eerst een tekst stemmen in het parlement en dan zeggen, ja, maar het is voor het lachen. Het is voor het lachen. Het is niet serieus. Het is zoals André. Het hier komt te zeggen, we gaan dat open houden. Nog 2 of nog 3 of nog 4 centrales. Het is belangrijk. Er is het signaal gegeven. Het is aan de ingenieurs onder andere om nu die oefening te maken. En op basis daarvan kan er een politieke onderbouw komen voor de keuzes die ons in scenario's worden voorgeschoteld. Maar als wij vanuit de politiek steeds weer technologiekeuzes gaan maken, want dat is hetgeen wat hier gebeurt, dan fnuiken we het debat en dan maken we de oefening die we van ingenieurs verwachten ook gewoon onmogelijk. En ik denk dat we een beetje standvastigheid nodig hebben in ons debat en ook in de manier waarop we het debat voeren en dat we dan kunnen verwachten dat we een gezonde wisselwerking kunnen krijgen tussen sector en beleid. Waarbij dat ik het beleid zeker de nodige bescheidenheid toemeet. Je bent nergens zo snel energiespecialist als in het parlement. Maar er is wel die wisselwerking nodig. En daarom moeten we ervoor zorgen dat we, als we iets zeggen, dat we het op een standvastige manier doen en niet flipfloppen. De ene week zeggen in 25 en de andere week zeggen, ja, maar nee, we gaan het eventjes open houden, omdat ik er toch niet in geloof. Dank u wel. Ik moet zeggen, energiespecialist in de journalistiek, dat gaat wellicht nog sneller. Alvast bedankt aan de heer Jurus Griffa. Die bellen naar ons. Uiteraard. En meneer Botuinen. We hadden graag ruimte gemaakt voor vragen uit de zaal. En ik heb er daar dadelijk één. Ik zit in de politiek, ik ben geen ingenieur en dus probeer ik zoveel mogelijk technologie neutraal te zijn. Met die randbemerking, we hebben het nu gehad over de uitstap uit kernenergie. Voor alle duidelijkheid, dat is de oude kernenergie, dat is die er nu staan. Maar ik pleit er evenzeer voor om gigantisch veel geld, pas op, er zijn nog andere taken voor de overheid ook, maar voldoende te blijven investeren in onderzoek, in ontwikkeling, in alle energievormen. Want ik weet niet wat dan morgen de silver bullet is. Ik weet dat niet. En daarom wil ik een rijke voedingsbodem, zodat misschien kernfusie of nog iets anders. Ondertussen zie je dat materiaaltechnologie zo snel innoveert. Ik kan het onmogelijk zeggen, maar alle opties moeten open blijven. En ik opnieuw, voor mij nu, het bezetten van de markt van de oude kernenergie remt heel sterk innovatie af. Meneer Botuinen en meneer Griffa. Ja, aansluitend daarop. We hebben vorige week met onze partij een congres gehad in Lommel. 4 uur en half rijden daar naartoe. Qua mobiliteit hebben we inderdaad nog een uitdaging.
met 3000 mensen. Een volle zaal hebben we gesproken over de kernuitstap, over onze toekomstige energievoorziening. En daarbij was heel duidelijk het sentiment, die oude kerncentrales die hebben geen draagvlak meer. Er zijn heel veel problemen mee, zowel financiële, veiligheidsrisico's en andere elementen. Maar tegelijk staat ook heel uitdrukkelijk in de congrestekst dat we moeten blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling, ook in deze sector. Onderzoek en ontwikkeling moet per definitie vrij zijn. En wat ons betreft moeten we veel meer, en deze regering doet dat ook, veel meer geld vrijmaken voor onderzoek en ontwikkeling in de energiesector. Want als we die klimaatuitdaging serieus nemen, is innovatie de eerste en meest essentiële stap. Meneer Griffra nog? Iedereen... Voor zover ik geïnformeerd ben, gewoon ontwikkeld en die bouwt men nu in serie, 100 of 200 stuks. En dan krijg je een kostprijs die echt, echt veel lager ligt. Hier wordt elke centrale opnieuw uitgevonden. Maar de basisstelling is eigenlijk dat techniek niet voorspelbaar is. Iedereen kent Facebook, maar Facebook bestaat nog maar 12 jaar. Dus techniek kun je niet voorspellen en de grootste fout dat de overheid of een regering of politiek kan doen, is een keuze maken van de techniek. Het is de markt die zal bepalen welke techniek er is. En de overheid zorgt voor een kader. En dat kader kan ook zijn door het feit dat de overheid bijvoorbeeld rond fiscaliteit dingen doet, waardoor dat men automatisch meer uit de fossiele naar hernieuwbare energie en proper energie gaat, enzovoort, enzovoort. Maar het is niet, dat is een beetje de fout die ook gemaakt is met de bakken die we nu kennen met de zonnepanelen. Daar is op een bepaald ogenblik, heeft de overheid bijna een soort keuze gemaakt, waardoor dat dan... De oversubsidiering die dan ook te lang geduurd heeft, komt tot die kost van 12 miljard euro. Dus dat die fout mogen we niet maken. De overheid moet zeggen, oké, op basis van de gegevens die ik heb, gaan we kijken welke fiscaliteit of andere zaken, KPI's en SLA's die je ondersteunt. Maar het is de markt die zijn werking zal doen. Ik weet inderdaad niet wat de techniek is voor binnen 20 jaar. Degene die dat kan voorspellen, die kan kijken in een glazen bol. Maar dat kan soms door bepaalde triggers enorm versneld worden. Ja. Voor duidelijkheid, er mogen ook vragen gesteld worden aan de vorige paneleden. Ik heb daar rechts een vraag. Goed, ik heb een dubbele vraag. Dus 1. We moeten vertrekken van de klimaatdoelstellingen. We moeten naar koolstofarm, koolstofvrij in 2050. Dat is het IPCC dat zegt. En dat moet de hoofdreden zijn waaruit al de rest plannen. Dus ik steun meneer Robrecht daar. Dat we daar een duidelijk beleid moeten hebben, dat is de zaak. En dan ten tweede, die kerncentrales zijn absoluut niet koolstofvrij. Dat is een leugen die altijd maar opnieuw verspreid wordt. Je hebt heel het voortraject van de uraniumwinning en maken van de brandstofstaven. Je hebt de hele tijd van bewaren, je hebt de afval en je hebt dus de hele dus koolstof die in de centrale zelf zit. Dus alle berekeningen die daarop gemaakt zijn, studies in Nederland, zeggen dus dat het evenveel CO2 is als een moderne gascentrale. Dus stop er ook mee met die kerncentrales. Ten tweede, de veiligheid op het moment is voor mij een hoofdreden om die dingen te sluiten. Punt. Of ze nu CO2-arm zijn of niet. Dus nog liever al die gascentrales terugopen. Maar de veiligheid van de huidige kerncentrales is abominabel. En de afval die we blijven produceren is dus afgrijzelijk. Inderdaad, het correct sluiten van een kerncentrale is enorm energie-intensief, is enorm arbeidsintensief. Het zal 25 jaar duren als we de ervaringen in Mol hebben dus extrapoleren, dan gaat dat 25 jaar duren. Maar we moeten het doen en we moeten ophouden met nog langer afval bij te maken. Wilt u antwoorden op de vraag? Of, Ik heb een oproep naar de politiek. Zeg tegen de mensen die tegen alles zijn, als ze een meter krijgen, die uitgeschakeld wordt als er geen energie meer is. Dus zij die tegen kerncentrales zijn, geen energie. Oké, we schakelen nu uit. Degene tegen windmolens zijn, we schakelen nu uit. Ik ben een kandidaat. Draconische maatregelen. De vorige interventie, ja, meneer. Ik denk dat...
Ik wil... Andries, wil, en dan even, André. Ja. Ik wil even antwoorden op uw vraag. Ik denk dat je een onderscheid moet maken, en daarin verschillen we van mening ook tussen onze partij en de andere partij. Je moet een onderscheid maken tussen welke doelstelling dat je wanneer zet. En u spreekt van 2050, dat is correct. En misschien is dat 2055, dan gaan we ook niet discussiëren. Nee. Je leeft niet op een eilandje. Hè. Sorry mensen, we leven in Europa, we leven in de wereld. Hè. Dus stel doelstellingen 2050. Maar ik vind het niet correct dat je op het pad daarnaartoe je eigen tussenstappen oplegt, waarvan je weet dat het voorraad niet haalbaar is, en waarvan je dan in 2022 waarschijnlijk zou zeggen tegen de mensen, ga, weet je, die kerncentrales nu sluiten. Nee, sorry, alle berekeningen zijn daar duidelijk in. Hij kunt niet in 2023 alle kerncentrales sluiten. En dan gaat men plots zeggen, de politiek, ah, misschien moet dat toch ophouden, langer, 5 jaar langer. Dan ben ik gewoon eerlijk met de mensen. Dan zeg ik, ja, beslis dat nu, dan creëer je ook een investeringszeker kader. En dat is ook hetgeen dat ook in het federale regeerakkoord staat. Men zegt daar duidelijk in dat men gaat monitoren in functie van bevoorradingszekerheid om op basis daarvan te gaan beslissen of het eventueel... Zo staat het letterlijk in de tekst. Ik heb ze bij, dus kan ze nog voorlezen ook. Misschien nog een lans breken voor de vrije economie. Bij deze schaf ik hem af. We gaan terug naar het marxisme. Want de energiesector, ik zal het meest liberale land van Europa nemen, Engeland. Dat is toch het voorbeeld. Daar heeft onze premier, of de ijshoek inmiddels weer al vertrokken. We hebben nu een nieuwe. Maar die heeft toen gezegd, en daar zat wel een grond van waarheid in. Hij zegt van ja, energie is eigenlijk veel te belangrijk om over te laten aan de vrije marktwerking. Want we moeten niet vergeten dat energie, jammer genoeg, we wonen in een bepaald werelddeel. Eigenlijk zou hier niemand moeten wonen trouwens, hè, want dat is nog een ander verhaal. Daar had regen ook gelijk in de Midwest. Maar we wonen nu eenmaal in een planeet, hè, en we wonen vooral op de verkeerde plekken. Maar belangrijk om te beseffen is dat sommige, en daar heeft Andries ook gelijk, sommige zaken moet je lange termijn op voorhand plannen, vergen lange termijn investeringen. Het gaat over enorme bedragen. En jammer genoeg staat dat haaks op die markt waar ik vandaan kom, de vrije markt. Hè. Dat werkt wel voor windmolens en panelen. En voor die, maar als je grote investeringen moet gaan doen, 100 miljard, 150 miljard, want dat zijn het soort bedragen waar we het over hebben. Als je naar een CO2-vrije, wat meneer ook wilt, wat iedereen wilt. Niemand is tegen een CO2-vrije wereld, maar we willen wel graag liefst onze welvaart in stand houden. En ook daar gaat men aan voorbij, maar dat is een filosofische, ze noemen mij nu ook de energiefilosoof trouwens, maar het is al laat op de dag. Energie is een belangrijk statement, dus we moeten ons ook de vraag durven stellen, is het überhaupt wel mogelijk om lange termijn investeringen te doen in iets wat de vrije markt is, waar de dagprijs bepaald wordt? Nee, is het antwoord. Nee, dat is niet mogelijk. Geloof me nu maar vrij, niet met het huidige, zeker niet het gebricoleerde vrije marktmodel wat wij hebben, want dat is eigenlijk geen vrije markt. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar nogmaals, ik denk dat iedereen mee in bad moet en iedereen mag meekiezen. En geen simpel referendum, want dat werkt niet. Maar iedereen moet wel mee in bad, iedereen moet mee zijn. Het is een maatschappelijke keuze, hoe gaan wij om met de economie van morgen? En dat is dus afstappen van het huidige groeimodel, want dat heeft ook een impact op het energieverbruik. Daar durft niemand het over hebben, maar wij zijn de schuldigen. Allemaal. Niet de energiebedrijven of de politici. Nou, morgen gaan wij het vliegtuig op vakantie en hoppakee. Maar dus, dat is een filosofische discussie. Maar terug te komen op het echte vraagstuk. In Engeland hebben ze gewoon gezegd, fuck the system, fuck the open economy. Energy is way too important to leave over to the free market. En dat is toch een zeer liberaal land. Men heeft die vergissing gemaakt vanuit Europa. En ik kom zelf uit de telecommarkt en toen heeft men gezegd, ik was daarbij toen, maar ja, dat kan in telecom, dus dat kan ook in energie. Er zijn wel wat verschillen. Dus misschien toch, ik wou dat gewoon even meegeven als algemene bedenking, huiswerk voor iedereen. Vrije markt voor energie, dat werkt niet zo best op dit ogenblik. Hè. Okay. Nee, omdat het er niet is. Voilà. Ja. Dan is de discussie, wilde dat het wel werkt. Ja. Waardoor dat innovatie, of dat je tenminste toch nog de moeite wilt doen om te zorgen, die een ene kilowatt die daar verloren gaat, kan ik er niet toch nog iets mee doen? Of anders zeg je, het is niet nodig. Ja. Want die grote speler die daar 100 miljard neertelt, die heeft een gegarandeerde prijs voor 100 jaar. Ja, wat gaat er dan nog veranderen? Dan zijn politici die bepalen wat de energie van morgen is. Daar ben ik best bang voor. Ja, maar ik zeg niet dat, ik zeg alleen maar de vrije markt zoals die vandaag absoluut, er is, ja. Werkt niet. Ja. Of dat het nu is voor de grote industrie die voordeeltariefjes willen, terecht.
Die zeggen, wij staan buiten de vrije markt, want wij moeten goedkoper zijn. Of het voor de consument is die de volledige kost moet betalen. Er is constant interferentie in ons vrije marktsysteem. Vrije markt, dat is een soort keurslijf, hè, waar wij in zitten. Maar André, dat is toch ook wel een beetje omdat Europa die vrije markt definieert op basis van grenzen van lidstaten. Maar niet waar dat er productie is, waar dat er mogelijkheden zijn, waar dat je voor hernieuwbare energie potentieel heeft. En er wordt helemaal niet gekeken wat dat echt de relevante markten zijn. Maar op een of andere bizarre manier wordt die gedefinieerd als België is een relevante markt en Nederland is dat. Terwijl dat we natuurlijk weten dat dat absoluut zo niet werkt. Dat is waar, maar Europa bestaat ook niet, hè? Dat weet jij ook. Hè? Het wordt zou moeten bestaan. Op de avond. We gaan nog één laatste vraag stellen en dan gaan we afscheiden. Een vraag inderdaad. We hebben gesproken over investeringen, we hebben gesproken over technologie. Dat zijn twee zaken die een langere termijnvisie vragen, die vertrouwen moeten. Er moet vertrouwen gecreëerd worden ook aan de markt om bepaalde investeringen, bepaalde beslissingen te maken. Is er lower hanging fruit? Is er op, en dat is een vraag voor alle panelleden, hè, is er op het vlak van regelgeving ruimte om een aantal zaken, we hebben er twee vernoemd, storage is er een van, en demand response, om dat makkelijker te maken via marktmechanismes. We zien een aantal voorbeelden in ons buurlanden. Om dus via lower hanging fruit toch energieefficiëntie in de markt te duwen. En we hebben het vandaag voornamelijk gehad over hernieuwbare energie, maar iedere kilowattuur dat je bespaart is ook een vorm van besparing van efficiëntie. Dat is een vraag voor de politici, maar misschien voor de andere panelleden ook. Wie voelt zich geroepen? Wel, ik denk dat je hebt inderdaad al de voorbeelden genoemd, inderdaad rond batterijtechnologie. Daar komt, denk ik, volgend jaar wetgevend reglementering rond om het ook toe te staan, maar momenteel is daar nog wat probleem aan. En je moet inderdaad, wat dat mij soms stoort, is dat de consument te weinig betrokken wordt in de hernieuwbare energiemarkt. En omgekeerd, dat ook de nieuwe hernieuwbare energiemarkt te veel als een afstandelijke markt wordt beschouwd. Dus we moeten gaan kijken hoe je die twee kunt samenbrengen. Ik ga me duidelijk maken, u heeft momenteel nog allemaal een dag- en een nachtteller. Dus s'avonds om 10 uur tot 's morgens 6 uur. Dat is passé, dat is niet meer van deze tijd. Dus we moeten naar die digitale meter, waar dat inderdaad de burger kan in functie van zon, wind, enzovoort, via de marktaggregator, via de leverancier, bepaalde triggers kan krijgen om bijvoorbeeld niet, zoals u waarschijnlijk nu doet, 's morgens om 9 uur vertrekken, dan vlug je vaatwas de wasmachine aanzetten, zodat het een uur later af is. Nee, u zet het aan in de toekomst en als u 's avonds thuis komt om 6 uur, zal het gedaan zijn. Wanneer het gedaan is, in die dag, daar ligt u niet wakker van. Dus die marktmodellen die moeten verbeterd worden, waardoor die consument zich meer betrokken voelt bij het verhaal van het intermitterende hernieuwbare energiemarktverhaal. En waardoor ook meer vraag daarnaar zal zijn. Plus, de hernieuwbare energiemarkt moet zich ook meer gedragen als een normale markt. Ja? Ze moeten ook mee in capaciteit en flexibiliteit stappen enzovoort. En daar zijn we toch de komende 2 jaar mee bezig, om die twee markten meer op elkaar te zetten. Eerst meneer Botton, dan meneer Schilt. En dan mag André afsluiten. In de schoot van de regering gaan we wellicht deze week verder discussiëren over het installeren van slimme meters en vooral de koppeling met de markt en hoe dat we die op een efficiënte, slimme manier gaan maken. We hebben in Nederland, Jochen verwezen naar, gezien dat een uitrol van slimme meters niet slim is als je er niet een aantal zaken aan kan koppelen. Men stelt daar nu vast dat de winst die voor een groot stuk uit energieefficiëntie moest komen, niet geboekt wordt. En dus ik denk dat we inderdaad digitale meters moeten hebben die op een slimme manier uitgerold worden. Daarover gaat het debat, daarover gaat ook het debat dan richting koppeling met opslagsystemen. En wie dat dan mag gaan doen in de markt, is daarbij ook een essentieel punt. Daarbij, om daarop op in te gaan, daarbij hebben de netbeheerders een grote rol wat betreft het installeren, het beheer van data, maar er moet ook ter beschikking gesteld worden met respect voor de privacyregels aan de markt, zodat daar op een goede manier op kan ingespeeld worden, zonder dat netbeheerders zelf op die markt gaan actief worden. Dus daar moeten de rollen heel duidelijk gescheiden worden. Ja, het is misschien vanuit een economisch oogpunt. Als het dan gaat ook over bevoorradingszekerheid en hoeveel energie of elektriciteit hebben wij nodig. U weet misschien, u kent het verbruiksprofiel in een dag, met je piek op de middag, baseload en peakload.
Ja, die piek is natuurlijk heel duur. Hè. Dat is capaciteit die maar even per dag draait. En ik denk als je die naar beneden kunt halen, dat je ook de prijs wel stevig kunt drukken. En die meters, en hoe dat zo uitgerold moet worden. Ik denk dat dat net hetgene is wat u zegt, dat zijn wij allemaal, dat ons gedrag wel kan veranderen. Het moet natuurlijk interessant zijn, hè? Maar als je die piek naar beneden kunt halen door je verbruik een beetje te spreiden in de dag, of door batterijen te gebruiken, of door op te slagen in warmte of andere technologieën, dan denk ik dat je al een enorme sprong dichterbij bent om die transitie gemakkelijker te maken. André, slot. Ah, ik mag het huis dicht doen. Ah, geweldig. Ik ga wat, het laaghangend fruit dat u het over had, misschien wat ideeën voor de heren politici. Ik spreek af en toe met installateurs van warmtepompen. Dat is een van mijn dada's. Toevallig ook omdat ik er zelf een heb gekocht, natuurlijk. Hè. Ik moet het goede voorbeeld geven. En dat is zo'n grondnetwerk gebouwd. Allee, zo'n soort Eerste Wereldoorlog slagveld gemaakt. Maar misschien heel belangrijk om te weten, is als ik met installateurs op dit ogenblik praat, zijn die aan het concurreren met wat? Met stookolieketels. Ja. Er is een absolute revival van stookolie. En ook houtverbranders. Nu, we weten alle twee, meneer heeft het daar straks ook nog gezegd, CO2 moet het doel zijn en is de kern. Nu, als de heren politici echt iets willen doen voor het klimaat, zorgt er dan voor dat die dingen geen keuze meer zijn. Kun je heel gemakkelijk verbieden. Ja? Je moet dingen promoten die goed zijn voor de maatschappij en dingen afstraffen die slecht zijn. Stookolie is spotgoedkoop. Leg dat eens aan iemand uit, kan er zelfs met de auto mee rijden. Dat mag niet, hè? Ik wil het maar even zeggen. Dan hebben ze al een ander kleurtje aan gegeven. Maar een tweede, heel belangrijke. Ik sprak vorige week met de nummer 2 van, hoe noemt dat? De IEB, de European Investment Bank. Heel belangrijke meneer in Luxemburg. En die was zeer gefrustreerd. Hij zei, ik zit op een berg geld, krijg het niet weg. Voor ESCO's, hè, dus voor energie-efficiëntie. Dat is ook zo'n belachelijke man. Gewoon energie-efficiëntie. En ik zeg, hoe komt dat dan? Ja, ik vind geen lokale partners om mijn diensten als EIB aan te bieden en om geld te geven aan de Belgische bevolking. Ik zeg, maar hoe komt dat dan? Ja, ik heb met de banken gesproken en eigenlijk hebben die daar niet veel zin in. Ik zeg, ja, hoe komt dat dan? Oh, dat is veel te technisch. Daar hebben ze geen, hè, dat is te complex. Een bank wil zonnepanelen of windmolens verkopen. Dat snappen ze eindelijk na 10 jaar liberalisering. Dus, maar heel belangrijk is, de ingenieurswereld kan daar ook een belang. Misschien moeten jullie naar het EIB en zeggen, van, ik bied mijn dienst hier aan. Alex bijvoorbeeld, heel goed bureau heeft daar. Ja, misschien kun jij dat ook. Nee. Ik ben in andere dingen goed. Ik weet nog niet welke, maar daar kom ik nog wel eens achter. Maar nee, maar het is heel belangrijk. Er zijn missing links in het verduurzamen van die keten. Dat is toch niet de minste instelling, het EIB. En dan als laatste misschien de slimme meters. Dat is ook een van mijn dat bestaat niet. Dat zijn domme meters. Dat is niet gebruikt worden. Een slim netwerk, en ik heb net een mooi voorbeeld van Essent gehad. Die hebben in het Aljandergebied, dat is in Noord-Holland, in de Pampas. Daar hebben ze een test gedaan met 150 gezinnen, 150 gebouwen, met alle duurzame toepassingen die er zijn. Dus zowel zonnepaneeltjes, zonneboiler, warmtepomp, maar ook elektrolyse en opslag via waterstof. En daar kwam men maar liefst aan een verbetering, aan een efficiëntieverbetering van 30% door het inzetten van slimme technologie. Dus iedereen was met elkaar verbonden, er werd gewerkt. 30% efficiëntieverbetering. Dus het kan wel, maar het alleen maar uitrollen van een slimme meter, daar heb je gelijk. Nu zijn alle Kezen aan het klagen. Ik mag dat zeggen, want ik ben een Kees. Omdat ze maar 1% efficiëntieverbetering hebben met hun slimme meters. Maar die zijn helemaal niet slim als je dat loskoppelt van iets. Dus ook dat is voor de politici een heel belangrijke les om te leren, denk ik. Wat hebben de Hollanders verkeerd gedaan? Jawel, juist dat. Maar ze leren ook snel, hè. Laat dat duidelijk zijn. Maar vooral die stookolieketels zou ik toch... Ik wil even een debat voor stookolie. Maak het duurder. Sorry. Als ik toch hier mag afsluiten ook. Hè. Ja, wel. Het gaat heel vaak ook over mentaliteit. Ik las onlangs een interview met een van de topmensen bij Tesla. En eigenlijk was de boodschap van don't touch my car. En daar schrok ik van. Want voor mij is die elektrische wagen een rollende batterij waar je heel veel mee kunt doen. En je hebt in Nederland de smart charger. Je komt 's morgens toe, je vertrekt 's avonds. Dus wat er onderweg gebeurt met die wagen opgeladen of niet, of ontladen enzovoort. Maar wat zegt nu Tesla en andere merken? Ja, maar als je daar te veel mee speelt, is dat niet goed voor mijn batterij. Maar
Dat is natuurlijk iets waar ik niet wil in meestappen in dat verhaal. Vandaar ook dat ik zeg, het is soms ook een beetje verantwoordelijkheid van iedereen. Ik moet ook altijd tegen mijn kinderen altijd hetzelfde zeggen. Het klikt brand nog boven op je kamer. Of je hebt dat niet gedaan en de deur is niet toe, enzovoort, enzovoort. Dus dat is, en daar kan de overheid zijn voorbeeldfunctie insteken. En dat is hetgeen dat zij ook moeten doen. Door inderdaad ook binnen het Vlaams parlement is er nu beslist geweest om met groene wagens te rijden. Het Vlaams energiebedrijf die moet nu versneld energie-efficiëntie gaan toepassen in de eigen energiegebouwen enzovoort. Dus dat is inderdaad de voorbeeldfunctie om zo de trigger te zijn naar het grote publiek toe. Dames en heren, ik denk dat het Het is gewoon het feit dat Tesla zegt, don't touch my car. Dat vind ik een foute boodschap. Is goed, ik denk dat het debat nog heel lang gevoerd kan worden. Ik denk dat er ook ruimte voor is tijdens de netwerkreceptie. Maar voordat jullie gaan doen, zou ik eerst graag alle panelleden willen bedanken. Michel de Pape, Johan Driessen, Paul Geestelink, Luc Sterks, Ine Peersman, Alex Polvliet, Frank Schoonakker, Andries Schiffa, André Joris, Willem-Frederik Schilt en Rob Reijn. En ik zie hier ook een tekenaar aan de slag. En Nancy gaat daar. Ja, niet alleen de panelleden, maar ook u, Luc, voor het hele debat toch wel heel goed te gaan modereren. En daarnaast wil ik ook nog een paar andere mensen danken. Want dit debat is niet alleen tot stand gekomen door onze panelleden en onze moderator, maar ook door een beperkte werkgroep. En dat is namelijk Jan de Smet, Dirk Meijer, Frank Konings, Wim van Kouwenberg, Sander Vaak, Ans Roband en Philippe Vraga. Dank u wel om hier aan mee te werken. Je zal zien dat er ook voor onze panelleden een geschenkje bij is. En ingenieurs zijn proactief. We hebben geen Sinterklaasgeschenk voorzien, maar van eerste keer een kerstgeschenk. Voilà. Ik kan ook al meedelen een beetje op de bekommernis van meneer Jurets van hoe moeilijk het is om in Brussel te geraken. Wel, het volgende debat gaat door op 27 maart en dat debat gaat draaien rond mobiliteit. Dus al wie daarin geïnteresseerd is, zeker en vast welkom. Hou onze website in het oog. Nu, er is hier één heer die we deze avond nog niet vermeld hebben. En die zit hier links van mij, dat is de heer Noyel. Die heeft hans avond tal van cartoons gemaakt over dit debat. Die gaan zeker ook op onze website staan, die gaan kunnen bekeken worden. We gaan daar iets meer mee doen. Komen ook in ons tijdschrift, de Ilia. Dus als je wil, kan je straks daar een kijkje toe nemen. En dan wil ik toch nog aan één persoon heel kort iets laten zeggen. Dat is namelijk Jan de Smet. Dat is onze voorzitter van de expertgroep Energie. Die zich bezighoudt ook een stuk met de voorbereiding van dit debat. En ook nog tal van andere activiteiten. En hij wil toch ook nog wel een niet onbelangrijke activiteit eventjes aankondigen. Jan, aan u het woord. Nancy, dank u wel. Schitterend. Zo'n volle zaal. Schitterend, zoveel interesse, zoveel interactie. Ik kan eigenlijk alleen maar, dank u wel, zeggen aan Nancy, voor dergelijke organisatie op poten te zetten. Er waren een aantal mensen die volledig achter de schermen gewerkt hebben, maar dit is het resultaat wat we vandaag zien. Graag een klein applausje voor Nancy. En uiteraard haar team, die alles verwezenlijkt heeft. Goed, wat mij ook een vreselijk genoegen doet, is dat ik een aantal jonge mensen, of eigenlijk vrij veel jonge mensen in de zaal zie. En zelfs, zonder dat seksistisch moet klinken, ook een aantal dames. Het doet mij een uitermate genoegen dat ook dames voor de sector energie gekozen hebben. En ik zou zeggen, probeer maar andere mensen te initiëren om mee te werken aan die toekomst. Een toekomst niet voor plan A of voor plan B, want die bestaan gewoon niet. Jonge mensen, ga voor plan C. En om daaraan tegemoet te komen, wil ik één korte voorinformatie geven. Wij organiseren met onze expertgroep een speciale event. Ja? Een vreselijke, ja, wat moet ik zeggen? Een vreselijke tongbreker. Ja, ik heb zelf al een paar keer gemist in naam, maar klinkt toch zeer aangenaam. Young Inspires Experience. Op 28 maart 2017, André, in Brussel. Maar niet zomaar een locatie in Brussel, namelijk wel de Koninklijke Academie voor Wetenschap en Kunst. Ja,
daar worden een capita selecta van jonge mensen, jonge gedreven ingenieurs, afstuderende ingenieurs en pas in de industrie staande ingenieurs uitgenodigd om een korte visie te geven op wat hun toekomst is. En die kunnen dat samen debatteren met mensen uit de industrie. Een ware uitdaging, ik nodig u allemaal heel graag uit tot het event. En nu mag het nog tot slot voor Sinterklaas spelen, gezien we 6 december zijn. En nodig u graag allemaal uit tot een receptie hiernaast. Dank u wel. APPLAUS.